Evert, om te beginnen, een simpele ja-nee-vraag. Gaat het rondkomen tussen Steven De Voer en KV Mechelen? Ja. Of Welkom bij Mit. Zoals iedere week naast mij Evert Winkelmans. KV Mechelen-supporter, voetbalsupporter in hart en nieren. Ah. En vandaag is onze special guest Bart Laga van het Nieuwsblad. Hallo. Welkom. Bart, moet je van ver komen? Ik heb uh, zelfs overwogen met de fiets te komen, maar dan dacht ik, nee, we is echt wel het lelijkste deel van het Brusselse gewest. <laughs> uh, van heel Vlaanderen, uh, de, denk ik? Uh, ja, maar ja, het Brusselse gewest is Vlaanderen. Ofwel, Zeker. Ja, je, het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt, of welke fase van de staatsreforming we zijn. We moeten opletten nee, met kom, uh, politieke statements. We hebben dit een Ik weekend kom van uh, Egehoven, ken je dat? Ja. Dat is, uh, we hebben twee restaurants met een ster, waarvan één eigendom is van de voorzitter van Anderlecht. Ja. Uh, aan Leuvenen. En we hebben ook twee Burger Kings uh, aan beide zijden van de grote ah, sterren. Ja, juist. Wauw. Uh, dus, ja, dat kan ik, veel voor al niet zeggen. Ja, dus ik vind dat eigenlijk wel een <laughs> mooie mix uh, van horeca om te hebben in, uh, in, in de dorpskern waar ik woon. Uh. Ja, ik stelde de vraag om dat, voor de mensen die dat niet weten, je bent de Club Brugge watcher van het Nieuwsblad. Ja, dat klopt. Ga je dan zo goed als dagelijks vanuit Egenoven naar Brugge of knokkelingskweren? Uh, ja, dat, dat is heel bizar. En dat was het eerste waar ik zelf aan dacht toen, um, toen mij dat werd voorgesteld. Want ik, ik was eigenlijk vooral in de Premier League actief geweest daarvoor. En daarvoor uh, ging ik heel vaak naar Luik omdat ik stond daar volgde. Dus toen ze mij vroegen, ja, wat denkt je van Brugge? Dacht ik, ja, maar ja, ik ben degene van de voetbalrekken van Niesbad die het verst van, van Brugge <laughs> vandaan uh, woont. Um, maar ja, als je daarvoor in, in Engeland hebt gewerkt. Ik vervalt dat argument natuurlijk wel van afstand, want ja, ik kan moeilijk klagen dat, ik dan dichter, dat dat te ver is als ik daarvoor Engeland dan niet te ver vond. Um, maar wat ook enorm meespeelt, is, het is gigantisch veranderd hoe wij als voetbaljournalisten zo'n club als Clubwatcher volgen. Zeker sinds de verhuis van uh, Club Brugge naar West Capelle um, is alles hermetisch afgesloten. Um, met corona natuurlijk heb je een extra argument, maar ook daarvoor was dat al. Toen was er wel sprake van, kijk, we gaan proberen nog af en toe nog eens open training te doen, supporters uit te nodigen en zo. Maar daar is natuurlijk nu met corona helemaal geen sprake meer van. Terwijl vroeger toen ik Stoandar volgde, ja, dan was ik effectief elke training, stond je daar bij wijze van spreken aan de draad te kijken van uh, hoe doen de mannen het. Uh, en dat was eigenlijk heel waardevol. Ik herinner mij in de eerste periode dat Michel Praton trainer was, best daar vroeg, vroeg die ook aan de vaste journalisten van, ja, maak nu eens je ploeg voor het weekend en zo op zijn persconferentie. Ieder en vullen een papiertje in, uh, gaf dat af. En dan de eerste persconferentie na de match gaf hij die papiertjes terug uh, dan, uh, allee, met een score en dan hield hij dat bij uh, en dan de winnaar tegen. Was dat dan hem. zoals Mourinho ooit als Chelsea-manager de Barcelona-line-up had voorspeld? Of wou we er echt iets mee doen? Ja, dat is altijd... Ik denk dat dat een beetje uh, de psychologische aanpak van Predom is waar hij wel sterk in was. Om zo de... de ja, toch een manier te vinden om die, om die vaste volgers van standaardse een beetje bij hem te hebben. Enerzijds zich misschien wel wel wilt laten inspireren. Wie weet of die mannen het gevoel te geven dat zij perdom konden beïnvloeden. Ja. Um, maar waarschijnlijk vooral heel benieuwd was van ja, hoe. Goed. Hoe denken zij? En ook, wat hebben zij misschien op basis van mijn trainingen gezien? Wat de ploeg is? Daar zal hij ook mee bezig ja, ja, zijn klopt. geweest van dat bepaalde informatie uitlekken naar de tegenstander. Je uh, zou het uh, predom zelf eens moeten vragen, denk ik. Ik kan me niet uh, voorstellen dat je predom kunt beïnvloeden. Dus het zal eerder ja. het tweede zijn. Ja, maar alle kranten bijvoorbeeld zetten toch de dag van, de, van een grote match de opstellingen erbij en zo. Dus dan is het voor, ja. voor predom handig om te weten welke dat ze gaan publiceren. Ja, Want de ja, tegenstander dat ik leest ik ook. ook mee natuurlijk. Ja, dan kan het misschien op het einde nog veranderen. Ja. Uh, we doen dat trouwens ja. voor elke match, voor elke ploeg uh, in 1A in, in geven we de verwachte opstellingen, dat doen alle kranten. Maar bijvoorbeeld als ze als komen zich Bart Jij wordt onze man van Club Brugge, dan, dat is toch een eer, dat is toch de heilige graal van de Belgische voetbaljournalistiek, Club Brugge? Ja, um, wel, uh, dat is inderdaad. Als u aanbieden Op moment, om, ja, de, als u aanbieden om de, de titel, want dat was toen, uh, hadden ze denk ik net de eerste ja. keer weer te maken met Leko. Ja. Um, ja, dat kunnen niet weigeren natuurlijk. Uh, je weet dan sowieso Champions League. Uh, Groepsfase dat je mocht spelen. Ja, dan doe je, zelfs als journalist, ook zo'n beetje mee in de Champions League. Hm. Uh, Krijg je dan meer betaald omdat je dan meer werk hebt? Ja, vertel me, dat was een vraag die ik op dat moment had moeten stellen. Misschien. <laughs> nee, maar wat, wat er ook wel. Alleen, ik persoonlijk ben ik niet altijd uh, voorstander geweest van het systeem met de Clipwatchers, omdat ik vind dat er een risico is dat je, je dan helemaal tot het de, de huisraad van die club gaan rekenen. Um, het het levert natuurlijk voordelen, omdat je bij wijze van spreken weet wie dat de, de nummer 28 van de selecties van de belofte die af en toe eens mag meetrainen en wie dat zijn vader is en, uh, en wie dat uh, de, de derde materiaalman is, of uh, de, dat je dat allemaal perfect weet, die mensen kunt herkennen. Dat, dat, ja. Maar is het uh, daarom ook niet dat ze zo om de zoveel jaar wel een keer veranderen, zeker bij die topclubs? Ja, uh, van de andere kant uh, zijn er ook wel bepaalde clubwatchers, wij, zowel bij ons als bij andere kranten, die het ook al heel lang ja. doen. En, uh, maar ja, die, zolang die mensen dat goed doen en die willen dat blijven doen... Um, maar ik vind dat wel een terecht punt dat niet. je er soms zo kort kunt opzitten en zo diep, diep kunt inzitten dat je taak als journalist wel moeilijker te vervullen Natuurlijk. valt. Ik denk ook, elk interview dat, dat Sportwereld of Nieuws dan met een bruggespeler hebt, zeg jij dan... En ja, dan kun je die niet de week ervoor, als je weet, ik heb Hans Van Aken donderdag en hij speelt een slechte match, moet je toch ergens inhouden. Je wilt jezelf toch niet te moeilijk maken om dan donderdag met hem... Ja, je hebt dan de kans om met hem te zitten. Maar dat is gewoon in de journalistiek, wat altijd heel moeilijk is, om enerzijds een bepaalde band, banden te leggen met uh, mensen, uh, mm -hmm. een netwerk op te bouwen, bronnen te kunnen aanspreken. En op andere momenten die afstand ver genoeg houden voor als het nodig is, om daar dan kritisch over te berichten. Um, allee een voorbeeldje van wat we daarnet over gesproken hebben, ik kan dan wel zeggen. Patrick de Koster, um, is een makelaar sinds en dag van Kevin de Bruyne, um, Ja, dat is iemand die altijd heel open is geweest tegenover de pers. Dus ja, voor ons was dat wel een, een goede mens, in de zin van: je kon die altijd bellen, die gaf, die, die kon die niet echt op leugens betrappen. Um, die zei gewoon hoe dat zat. Um, die, die sprak ook wel redelijk open he, over eventuele andere zaken dat hem deed. Natuurlijk niet over transfers die nog moeten gebeuren, waardoor ze misschien zouden kunnen afspringen als er iets over wordt gezegd. Ja, hij zou ook niet in zijn eigen vlees snijden. Ja. Maar dat was ook niet iemand die zo à la Dejan Velkovic uh, allerlei verhaaltjes verzon om te zeggen: van ja, en je moet. beschuldigen uh, beschuldig Dejan Velkovic uh, over. Officieel daar nu niet van, voor alle duidelijkheid. Maar ik probeer aan. Je probeerde zo maar een naam op te plakken van die iemand die, uh, die nu toch al uit het milieu verdwenen is. Maar uh, dat zou nu bijvoorbeeld iemand geweest kunnen zijn die wel, die wel wat meer bekend stond als wat praatjesmaker en, en wat spelers in de belangstelling zetten van. Kijk, schrijf daar eens een artikel over. Dat, dat deed hij wel, Velkovic, Maar dat zou dan de kosten dan ook wel minder gedaan. Dus ik vond dat eigenlijk wel. Voor ons als journalisten, een sava. Uh, maar maar, met nu, al, nu. Met maar de, op het moment uh, dat hij dan in de tralies vers, dan moeten we wel kunnen schakelen van, ja, oké, okay. er zal wel een reden zijn dat de, het gerecht denkt van, oei, uh, er is hier mogelijk iets gebeurd. Dus het is dan ja, heel moeilijk om, uh, om op dat moment dan echt uh, te gaan schrijven van, uh, hij heeft dat en dat en dat gedaan. Uh. Dan, uh, ten eerste, wij weten dan niet, dat is een onderzoek van het gerecht. Ten tweede, ja... Um... Maar is het dan ook omgekeerd zo? Iemand die u wel soms is aan het lijntje houdt of een leugen verspreidt of zo, dat als die dan zoiets meemaakt als wat Patrick nu heeft meegemaakt, of meneer De Koster heeft meegemaakt, <laughs> dat je die dan harder aanpakt of dat je niet inhoudt? Of... Nee, maar denk, maar voor, voor alle nu, duidelijkheid... Nu voor alle duidelijkheid, ik zeg dus niet dat ik anders schrijf over Patrick De Koster dan over anderen, want ik, dat is net wat ik wil zeggen, Van kijk, dat is iets dus wat je altijd in je achterhoofd moet staan als journalist. Ooit komt er een moment dat je moet ja, kill your darlings, mm -hmm. misschien wel. Hè. Stel nu, je staat heel goed met een voetballer, die wint ten ene gaat, de schoen aan de andere. Um, en die situatie zit je nu wel en, weer. En dan, en dan, op een bepaald moment, gaat er dan een moment zijn dat die mannen dat gedaan gaat zijn. Hè. En Ruud Vormer, op een bepaald moment, gaat die niet meer... Um, in staat zijn, fysiek, Allee, het is misschien onherbiedig om dat te zeggen, om, om in die basis van Club Brugge te staan. Wanneer komt dat moment? Maar kun je of uh, wil je een vriendschapsband uitbouwen met een speler, een manager of wie dan ook in dat voetbalwereldje? Lijkt nee, me toch dat moeilijk. is eigenlijk het punt. Je kunt dus eigenlijk geen vriendschappen aangaan in de voetbal. En uh, ik heb dat altijd wel... Ja bewust is geweten dat dan niet kon. Uhm. En ik ben daar eigenlijk ook nooit heel ver in gegaan en ik heb altijd dingen op afstand gehouden. Uhm. Wat bij Velkovich ook gebeurd is, is cadeautjes hè. Uh, aanbieden. Van, uh, uh. En dat begint heel onschuldig en, en dan... Met die horloge? Uh, uh. Ja, dat is in van hout. <lacht> uh. <lacht> dat is iets nieuws. Uh. Ik kan, kan dat even zeggen. Je moet natuurlijk wel een horloge hebben als voetbaljournalist, maar, uh. <laughs> Echt, dat is zoiets symbolisch, zo van hout. ik houd me ver af van... Uh. Nee, dat is eigenlijk van een collega van België, die, uh, die dat horloge, die dacht dan, chic, en uh, online besteld. Maar zijn die cadeautjes al aangeboden dan nu? Nee, ik heb eigenlijk uh, Sowieso, daar uh, weinig last van. Nee? Nooit, Nog nooit um, iets denk van een makelaar die iets heeft aangeboden? Van echt cadeaus, nee, dan niet. Maar, maar um, wat ik wel al... Puur cash? <laughs> ik doe alleen, ja, maar voor, voor mij. Uh, nee, nee, um, nee alleen pas op, ik wil ook zeker niet beweren dat alle makelaars uh, constant met een, een verlies vol met Rolex en uh, die aan iedereen beginnen uit, dat, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar ik heb wel altijd een goede zintuig gehad om te weten van ja, ik blijf, ik heb hier geen zin om in de friendzone van, van die of die bepaalde figuur uh, terecht te komen. En als iemand zo u te vriendelijk begint te begegenen, dan. Uh, alleen het moet voor mij echt wel gewoon om. Ja. heel duidelijk zijn dat ik de journalist ben en die andere persoon. En ja, mensen gaan dan ook. Ja, meestal ook anders spreken tegen u. omdat je journalist bent, maar ik vind dat, ik vind dat goed um, hm. voor mij. Ik, wil, ik, ik, allee, ik zou dat helemaal niet willen, omdat mensen alleen mij te close bij mij komen. Uh, en ik, voor alle duidelijkheid, ik wil ook geen collega's. Um, uh, aanvallen die, die wel cadeaus zouden hebben aanvaard. Ik denk trouwens dat dat, dat, dat eigenlijk heel weinig uh, gebeurd is, maar ik denk wel dat er op een bepaald moment uh, makelaars zijn geweest en uh, ja, het bewijs is ook dat er een onderzoek van proper handen ook in die richting is gegaan wat Velcro ja. betreft. Van, uh, maar ja, ja. zelfs nog nog proper handen, maar ik ja. wil wel graag is dat, is dat hard veranderd, het, 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 de job als clubwatcher, zeg maar, dan ten van standaard, nu bij Club Brugge, omdat ja, de perschef oh, ja, en dus... de eigen media van de clubs zullen wel serieuze invloed hebben. Waardoor ik zou Doen... denken, misschien is het nu net belangrijker om wel een goede band te hebben met een Hans Van Haken, met een Ruud Vormer. Omdat eigenlijk moet de perschef die geven, en als je al weet, Hans ziet dat zitten, of, of Ruud ziet dat zitten, of Van Haken of Vormer zien dat zitten, ga, ga ik dat er gemakkelijker door krijgen, of... Zo werkt het niet. Nee, um, omdat ook wel uh, in vele gevallen, soms de speler het wel wil doen, maar de club dan denkt dat het niet het goede moment is. Dus dat is een extra filter die erop komt. Vroeger was die filter minder aanwezig. Helemaal in het begin, toen ik begon te werken uh, in het voetbal, was dat gewoon, ja, er was een maandagvergadering. Wie gaan we doen voor het weekend? En je belde gewoon de speler op. En de club kwam er eigenlijk totaal niet aan te pas. Of we ja. gingen naar de training. Uh, soms na de training uh, ja, de kleedkamer is nu overdreven maar dan toch gewoon aan de uitgang wachten uh, uh, en dan uh, in de home en om daar uh, u interviewt en dan zegt u, maak je gewoon de afspraak, ja, kan ik u zien voor een groter interview, ah, ja, belt me dan of je belt gewoon op alle medewerkers van onze clubs uh, hadden als taak bij het begin van het seizoen om een telefoonlijst door te sturen met alle namen en telefoonnummers van de spelers dus wij hebben op de redactie gewoon een uh, databank ik, van iedereen. Ja, op papier. Uh, <laughs> ik heb die nog altijd liggen trouwens, want dat is soms handig als je. Ik zeg niet maar, ik, ik moest onlangs Van Verman bellen. Ik had zijn nummer niet meer in mijn gsm. En dan ga ik gewoon naar de, de lijst. Uh, Club Brugge of uh, KV Mechelen nog van indertijd. En dan, nou uh, ja, dat, en mensen veranderen niet van gsm-nummer. Dus, uh, nee, dus dat is eigenlijk wel uh, een handige databank nog steeds. Maar dus dat was echt de manier waarop er vroeger gewerkt werd. Er was een rechtstreeks contact. En. Uh, ja, nu is dat uh, ondenkbaar dat, dat uh, medewerkers in staat zouden zijn om van alle spelers en num num nummers op de vraag te vragen laat staan. Dat dat dan via de clubgeband vroeger was, dat dan vaak de delegé die gewoon die nummers doorgaf. Hè. Maar hoeveel dus, keer per week hangt je dan bijvoorbeeld aan de lijn met Kirsten Willem? Want die mens wordt dan toch zot van u? Je. Je ja, ja, niet van u alleen, moet, maar ja, inderdaad. Ja, je moet, moet dat managen, hè, maar de ene kan al meer aan dan de andere. Ik moet zeggen, de Kirsten is, uh, heeft, heeft wel een grote moeten uh, moet je dat zeggen? Observatiekwaliteit. ik kan nog vrij veel Whatsappen krijgen zonder helemaal zot te worden. <laughs> ja. Maar dat is ook zijn taak en zijn job natuurlijk ook. Ik zou daar echt gek van worden. Uh, Als er zo'n twintig journalisten zitten ik heb deze, haar, deze week heb dat twee Hans. jaar bij Dries uh, gedaan, al die media-aanvragen. En uh, gewoon op een gegeven moment zegt Dries echt... Fuck it. No way. Eerlijk gezegd, <laughs> ik zou die job ook niet willen doen. Dus ik, ik wil bij hierbij uh, een pluim geven aan Kirsten dat hij dat wel doet. Uh, het is een mooi meegenomen, natuurlijk. Ah, je mijn noemen van Aken is geregeld. Uh, Stop, Aken is van ja, uh, Nee, maar echt, dan meen ik. Um, ik heb dus ook in de Premier League actief geweest. Daar heb je Manchester United. Daar gaat het afschermen van die spelers zo ver um, dat ik als Belgische journalist. Ik vroeg maar kan ik, mag ik op de mailinglijst komen waar alle officiële communiqués worden verspreid? Zelfs daar. Was in policy nee. Dat <laughs> doen we alleen maar aan. Dus ik moe, ik, dat is de enige club in de wereld die geweigerd heeft om mij gewoon op hun mailinglijst uh, te zetten. Waar je, dan wordt het wel heel moeilijk natuurlijk ja, om je werk te doen. Maar dus ook, is, ook die clubs hebben dus mensen in dienst die met de media omgaan. En dan vraag ik mij af, ja, wat voor... hoe job heb je als je, de policy van je bedrijf is dat je gewoon elke journalist blokken. moet wandelen, sturen. Blokken, 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 ja. Dan moet het toch echt wel... Ofwel een heel slechte mens zijn, ofwel allee, of daar, ofwel daar ja. genoegen in scheppen om dat te doen. Of, allee, maar zo hoe, zijn er veel hè, hoe, in die pers, media, mm. verantwoordelijke wereld, gewoon blokken. Alles blokken. Die van mm. Napoli ook. Die blokt alles. Ja. Die, die, die leest zelfs uw bericht niet denk ik, of uw mail, of uw uitnodiging. Nee, nee, die zegt gewoon nee. Uh, ik heb een prescreen gekregen van iemand die naar mij had uh, gestuurd voor, voor een interview met Riesan. Ik geef dan het nummer door van de, van de Napoli man, die zegt ja, ik bemoei me daar niet meer mee. En die stuurt nog maar gewoon, hi Michele, dat noemt hij. En zo al op enter geduwd, hè, want het volgende ging in een volgende bericht komen. En die replied voordat hem zijn bericht kunnen sturen, no interviews. <laughs> Gewoon dat. Ja. Maar ik denk dat Kirsten dat wel een andere persverantwoordelijkheid is. Die laatste spelers ook wel vrijer, heb ik het gevoel. Er mag wel sowieso iets negatievers, is misschien ook te ja, Maar de ja, is wel redelijk vrij. Die heeft zich al een paar keer, ik kan niet zeggen, super negatief uitgeleid. Over, vooral in de periode van Leko. Misschien omdat hij, als hij die aan de lijband hangt, als Kirsten zijn... Zijn spelers aan de leiband zou hangen, dat, dat zo'n vormer daar ook niet naar luistert, dat ook niet graag heeft. Nee, dus dat is ergens een midden vinden. Ja, Kirsten doet ondertussen al wel vrij lang en ja, die weet nu ja. ondertussen al wel een beetje hoe het wereldje in elkaar zit. Kijk, toen Club Brugge een heel slecht uh, seizoensbegin kreeg, ja, dan zou je natuurlijk kunnen zeggen van ja, nee, wij willen alleen maar positieve interviews geven. Interview het maar, uh, weet ik veel. Uh, de speler die, die net uh, zijn, zijn eerste minuten heeft mogen maken, en er mogen alleen maar positieve vragen stellen. Ja, dat zou nu werken, dat zou de Club ze ook niet aanvaarden. Terwijl dat nu wel met het tv-contact letterlijk gebeurd is. De clubs bepalen mee nu de inhoud, en 11. Ik weet nu niet of dat in realiteit effectief zo is, ja. maar moeten zich maar minder toch, kritisch opstellen. Ik heb wel al vanuit, vanuit clubs allee, gehoord dat ze, dat ze inderdaad be, be, mail sturen of, of laten weten aan Eleven dat ze niet gediend waren met sommige kritieke uitspraken. Dus ik vind dat al wel heel ver gaat. Ja, ik ook. En dan, ze snappen dan nog altijd niet bij de Pro League of bij de clubs dat je je product zo ja. wel devalueert. Ik denk dat ook, dus maar alles... ik, denk, ik denk dat ze de, dat misschien nu gaan moeten ondervinden, Sam. Dat er gewoon een fase is waar ze door moeten gaan. En dat ze zullen merken dat hun geloofwaardigheid eronder gaat leiden. Mm, um, maar heeft hij het, durf het nog niet zoveel over iets laten zeggen. aanpassen bij u? Dat je het artikel doorstuurde en dat hij zegt oh, dat eruit of dat aanpassen? Of? Um, nee, doet dat niet vaak. Ik zou zeggen, er zijn persmensen uh, van kleinere clubs die veel meer aanpassingen vragen dan ja. hij. Maar dat gebeurt wel. ja. En vroeger uh, gebeurde dat eigenlijk bijna nooit, maar um, kregen dan soms achteraf. Maar als je veel weet wat dat ja. Dus ik heb het soms liever dat ze het zo een keer lezen en om al de feitelijke fouten eruit te halen, bijvoorbeeld. Ja, want soms vergist ja. je u ook gewoon. Ja. Um, en als dan, meestal is het, komen de opmerkingen niet van Kirsten, maar van de speler zelf, uh, want hij stuurt die dan gewoon door naar die mannen. Um, en uh, die laten dan gewoon weten van: uh, Ja, oké, okay, misschien heb ik dit niet zo bedoeld. Daar ben ik dan wel akkoord mee. Uiteindelijk zijn zij het die zich. Uh, wat natuurlijk niet de bedoeling is, is in, in stukken in het interview die ik zelf schrijf, dat daarin zaken veranderd worden. Maar ja, dat, dat gebeurt ook wel. Niet. Maar ja, als je een interview afneemt, is dat in principe zoals wij nu een gesprek hebben. Als ik dat daarna moet uittypen, van wit bijvoorbeeld, ja, ik kan daar ook zo neerschrijven dat het ook niet is zoals jij het bedoelt dat dus ik snap dat hij wil zeggen ja, dat bedoel ik totaal niet zo. Of, terwijl ja, eigenlijk in een wel, is, zo con kan... Context kan soms voor een speler voilà. ineens heel hard overkomen. Ja, ja, ja hij heb, heb ik dat echt zo gezegd? Oh, well, ja, ik had nu uh, Dennis Praten uh, geïnterviewd uh, vorige week. Uh, omdat hij toch wel uh, ja, vol een bak in de basis staat. In Leicester een fantastisch uh, competitiebegin. En op het einde van het interview zegt hij mij ook: ja, Ik zou wel willen weten wat de titel is. Want ik heb wel eens een slechte ervaring gehad van een uit de context getrokken titel. Uh, en dan heb ik wel gezegd: Ja, oké, okay, Dennis, ik uh, ben daar akkoord mee. Uh, ik wil dat ook zelf ook niet dat jij nu niet herkent in die titel. Wat natuurlijk ook weer waar is, is dat een titel is altijd uit de context gerukt natuurlijk. Hè. Mm. Allee, Abdul, mm. nee, dat is dat ook zo'n een beetje een. Maar uh, titels worden normaal gezien nooit doorgestuurd, hè? Toch? De kop van het artikel. Ik doe dat soms wel, maar die verandert ook heel vaak, omdat eindredactie heeft daar ook wel het laatste woord en terecht, en vaak heeft het met technische redenen te maken dat er bijvoorbeeld maar een bepaalde plaats is om een titel te zetten op de pagina omdat ja. dat in zo'n groot letterkorps is dat je dat moeilijk zo'n volledige zin kunt Maar uh, oh ja, en het mag doen. ook geen brave titel zijn, hè nee, Eigenlijk het moet, moet het een contextloze titel zijn waardoor je het leest om de context te begrijpen van de titel ja. en journalisten en allee, spelers clubs weten goed genoeg, ja, de titel blijft cruciaal hè? bij het binnenkomen van een artikel, dat kan direct een heel negatieve connotatie geven aan een artikel of net een ja. heel positieve, een titel hm. is zo doordringend, zo belangrijk ja, het bepaalt meestal gewoon of je het stuk wilt lezen of ja. niet hm. titel of de quote die erin staat ja. uh, zo, uh, allee, daarmee bedoelen we zo'n klein quote oké of het onderschrift uh, ja, dat is heel veel mensen. Uh, er zijn ooit studies naar geweest. Hè, uh, dat ze, ze zetten op hun mensen een leesbril op en uh, ze laten die naar de krant bladeren. En uh, dat is nog van voor het online uh, tijdperk. En dan meten ze wat wordt er hier gelezen En dan blijkt ja, dat: zo. titels, dat wordt door 95% gelezen. En dan de inleiding, uh, misschien uh, 60%. En dan zo naar, naar het einde toe van het artikel. Die laatste zinnen van een artikel komt zo op 2% uit of zo. Dus ja, om maar te zeggen hoe, hoe belangrijk en dat daar is. Daar staat dan net uw scoop in die laatste zin. Ik heb zo een principe. Ik heb zo een principe een beetje betaald, maar het is er niet naast. Als ik bezig ben met een artikel, besteed ik een derde van mijn tijd aan een goede inleiding, een derde, eh, sorry, een derde aan een goede kop, een derde aan een goede inleiding en een derde aan het artikel gewoon omdat dat... Oh ja, ja dat snap ik. Doel. Ja. Dus... Ik, heb, ik heb ook weer met, Ries voorgemaakt met voor voorgemaakt, met de humor, het was een schitterend interview. Niks sensatie, niks over zijn privédingen. En dan denk ik van de van dertig ja, vragen om twee. En dan, als ik het artikel zag, waren inderdaad die quotes, waren dan twee keer iets wat hem zei over Kato, over zijn privédingen. En dan stuur ik ook, die zei dan effectief, dat is boven mijn hoofd, gewoon nog veranderd. Daar heb ik niks meer aan te zeggen. Gebeurt ja. dat dan bij jullie ook veel? Um... Het eerste wel, het tweede niet. Dus meestal heb ik er dan wel nog iets aan te zeggen. Okay. Als we dan zien van, ja, het veren, dan, dan zeg ik wel, kijk, dat, dat vat niet weer hoe het gesprek was. En ik zeg dan ook van, kijk, um, publiceer het maar zoals jullie willen, maar houd er dan wel rekening mee dat die sportmens in kwestie de volgende keer wel second thoughts gaan hebben als mm -hmm. we nog eens gaan vragen, want ik begrijp hem wel dat. Van de andere kant vind ik dat soms um, sportmensen te voorzichtig of te veel schrik hebben om dingen uh -huh. te zeggen. En ik denk dat het net soms ook sympathiek kan zijn om een keer eens even uit een bocht te vliegen. Ja, ik heb misschien nu een slip op de tong over Velkovic gedaan, maar bon, uiteindelijk denk ik ook wel van... Die luistert niet. Ja, die, die, die <laughs> luistert niet. Uh, voilà. Maar bijvoorbeeld nu bij Club Brugge heb je ja, Club Brugge TV, ijzersterk mediahuis daarachter, die eigenlijk al zelf heel veel verhalen brengen. Ze hebben nu ook een deal met Eleven Sports uh, gesloten als club individueel met de rechtenhouder van, we gaan exclusieve content ook nog eens onder elkaar uitwisselen ja, heb je dan zoiets niet van, gasten kom op, hoe ver gaat dit gaan voor u als onafhankelijke krant dan of als jullie geen deal gaan sluiten met Club Brugge, wat ga je nog krijgen de komende je mij jaren? je die, die vraag tien jaar geleden gesteld Evert, dan had ik gezegd, inderdaad, dat is schandalig dit en dat, maar ondertussen denk je daar helemaal anders over en um, denk ik net van, oké, okay, laat ze het maar doen. Hè. Laat ze maar eens, uh, Laat ah, Gent nu maar eens een interview doen met, met hun spelers na die match, dat dan kritiekloos is. Hoe geloofwaardig zet je dan nog tegenover je supporters? Uh -huh. Uiteindelijk ze hebben het nu wel slim gedaan door een uh, contract te geven aan die uh, Mathis uh, Samoise, die ik ja, gisteravond is gezien ja. Dat vind ik een geniale zet van ja, Gent. Want inderdaad. dat is wel echt... Uh, ja... Perceptie. Okay, perceptie? Perceptie omdraaien. omdraaien, omdraaien zonder ja. dat je daarom... Um, je, ja, je Geliecht, niet doet niet fout. Ja, ja. voilà. Um, dat vind ik slim. Um, maar wat, wat, wat je dus niet zou had mogen doen, is om dan, zo, ja, weet ik veel, daar zo een fake gesprekje van ja. te maken. We blijven werken. Uh, ja, dit ene, maar, zoiets ja. van. Uh, maar dan hebben we ook niet het gevoel de... dat de, de social media filmpjes en zo, waarover spreekt, die de club zelf maken, die graven ook niet diep, hè? Het gaat over de dilemma's of je naar de atleet naar voilà, kijkt. Ik denk, dat, so, denk dat hoe, meer, hoe meer dat soort dingen er zijn, hoe meer er ook de nood komt aan wel iets diepgaandere ja, stukjes. En dat oh. doet de club zelf. Oh. Dat is wel een interessante piste van inderdaad, uiteindelijk, in hoeverre is een club brugge fan liever lezer van het nieuwsblad of kijker van zijn eigen social media filmpjes van zijn eigen club. Maar, ik denk dat dat wel maar, interessant, dat interessant in, kan zijn. Een, ik denk dat het aanvullend werkt. Uh, Waar Brugge wel zich op toe en dat is, lijkt mij ook slim is zo, hun exclusieve content achter de schermen, Ze van in de kleedkamer ja. die pep talk ja. van Clement en dat, ze ze dat is gedaan ook. tijdens de playoffs en dat was wel Dat deden ze ook bij Nederlagen ja. ik ken ja, ja, ja. me nog schrijvers die zo vol in zijn ja, voeten kregen van Leko, dat hebben we ook wel allemaal gezien ja. 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 ze ja. hebben natuurlijk wel toelating gevraagd aan schrijvers om dat te mogen gebruiken ja. okay, maar... wat, wat begrijpelijk is he? ben je dan want, niet jaloers op die content, want dan weet je dat daar wordt over gesproken, dat willen ze echt wel zien. Maar hij kan daarover schrijven zelfs ook Um, of meenemen ne in een stuk ja, in die zin dat is, dat, is, dat werkt vooral audiovisueel en ik ben echt zo een, nog een klassieke krantenmens <laughs> dus ik, ik, ik vind dat dan minder dat stoort mij dan niet echt uh, het versterkt wel een beetje zichzelf inderdaad, dat we, dat we daar ook wat kunnen naar verwijzen, wat ik wel jammer vind is dat we, allee, wat ik daarnet zei van de tijd van Standaard waren we echt aan de zij die trainingen ja. aanwezig en dan krijg je zoveel meer mee op zijn training je ziet gewoon hoe iedereen traint. Daardoor begrijp je ook veel beter wie dat er in de ploeg staat. Waarom die wel speelt. En dat is nu veel moeilijker geworden. Um, dus ik zou daar ook zeggen: durf iets meer open te zijn uh, aan de clubs. Um, ja. ja, die tijd lijkt wel wat voorbij. Hè. Maar waarom, ook, waarom is elk, dat dan? Want, ja, Dat is overgewaaid uit het buitenland toch. Ik denk dat de Engelse clubs daarvan in het begin heel dat, strikt in zijn geweest. En dan is dat nu dan de uh, rest van Europa als, dat ook. Als, als, als Delhi vormer onderuit op training, dat jullie dat dan niet mogen weten. Nee, het gaat over rust en, en goed kunnen werken met elkaar en niet afgeleid worden. Ja, dat alleen, is altijd de uitleg. Roberto Martinez die heeft dat zelfs eens gezegd uh, ja, intern in de voetbalbond van the press is the enemy. En daarmee... Dat ja, ja, ik allemaal hier komen zeggen. Ja. <laughs> iedereen van de, de pers is daar ook, ook heel komen kwaad zeggen. Ja, ja. ja Oké, okay, ja. So ja. ja. En terecht ook, want ja. die quote is, dat slaat echt nergens nee. op. Hè. Nee, maar, maar ik snap wel vanuit... Hij bekijkt dat heel... Oké, okay, wat heb ik nodig voor en Hij gaat het lijstje af. En voor hem is pers alleen maar een... Een nutteloze afleiding. Maar dat is ook omdat hij is opgegroeid in die Engels, uh, in dat ja. Engels profvoetbal. Uh, ook al bij Swansea en zo. En, en, uh, daar zijn allemaal die gewoonten om alles achter gesloten ja. deuren te gaan. Thibaut Courtois test positief op corona, maar mag dan toch mee trainen omdat hij antilichamen heeft. Wat doe Martinez? Die gaan gewoon dat verzwijgen. En ja. ik vind dat eigenlijk. dat gaat wel een beetje in tegen de Belgische manier. waarop wij onze nationale ploeg. willen we toch graag alles weten. En uh -huh. de, uiteindelijk lekt dat toch uit. Uh -huh. En dan. Allee, dat is er al een paar keer gebeurd. Ook eens met een blessure van Turga Nazar. dat je hem dan op een leugen betrapt. En dat komt zo slecht toe. Dat past niet bij onze voetbalcultuur. En het kan ook helemaal anders. Kijk naar Duitsland bijvoorbeeld. Daar is wel alles heel open. Uh, ik herinner mij nog altijd. toen. Kevin de Bruyne bij Wolfsburg speelde, dan uh, dat was eigenlijk wel een vrij grappig moment. Ik denk dat dat de Supercup was die ze dan thuis hadden gespeeld en gewonnen. Uh, Koen Kasteels komt voorbij, ik begin daarmee te spreken en dan zie ik Kevin de Bruyne passeren. Dat is een typisch moment voor een journalist dat hem denkt: van, Ah ja, weg Wacht, met Koen Kasteels, ik wil met Kevin de Bruyne uh, spreken. Maar in Duitsland is dat dus niet nodig. Die persman die deed teken van spreek maar rustig met Koen. Wat uiteindelijk toch ook wel mm -hmm. topspeler is. Een Belg ook, voor u belangrijk. Uh, die team. daar ook is ja. en een topper. Ja, en Kevin, die wachtte gewoon braaf totdat ik klaar was met Koen Steels en, en Kevin de Bruyne werd er beschikking. En dat deed is dus die Duitse uh, persverantwoordelijke van Wolfsburg voor een Belgische journalist. Mm -hmm. Dat kunnen wij ons nu toch niet inbeelden. Nee, Pak in Club Brugge dat er een, uh, een Ivoriaan is voor Simon Deli. En de, uh, ik hoop en dat Kiesnoek komt voorbij. Ja, ook naar een even, ja die Bijoude Kostjoune ja En dat dan. Ja. Eigenlijk is het wel, Eigenlijk is wel is een het, mooi voorbeeld van hoe, hoe, hoe het in België echt wel nog beter kan. Maar dat, het, ja, de pers is ja. toch enkel de vijand als het slecht gaat? Want als het positief gaat, ja, dan gaan jullie ook het ook nog meer opblazen. hoe positief het is. Als Martinez wow. nu de Europese kampioen wordt of wereldkampioen wordt, gaan, gaan jullie ook alleen maar positief schrijven. Over wow. Martinez Mar heeft hier Mar iets neergezet. Dus het is ja, Martinez verdient zoveel geld omdat er pers is. Hè. Hmm. Ik bedoel, okay. allee, met alle respect. Al die mensen werken in de entertainment business. En de entertainment business werkt alleen maar omdat er media en advertenties zijn. Hè. Ja. al die mensen mogen dat wel soms niet vergeten. Het gaat nee, er niet over leven maar... en dood. Hè. Het gaat over een bal binnen of buiten. Hè. Als hem dan iets niet binnen is, doe de rest er alsjeblieft niet te zwaarwichtig over. Hè. Ja, ja, Durf dat... daar dan ook te gaan zitten. Hè. En, uh, ja, een ander voorbeeld uit Duitsland is uh, Bayern München. Maar dat was nog een vorige persman die vond op een bepaald moment dat er te weinig over zijn club geschreven werd. En dat was een gast die te begon roddels, ja. roddels over zijn spelers te verdelen in de die grote nationale Duitse media. Dat was de periode van FC Hollywood, ja, ja, ja. die stookte dus zelf, uh, weet ik veel, dat uh, de periode van Balak of zo werden er rondels over Balak verspreid, gewoon om ja. de zaak aan de gang te krijgen. En, en dat tactiek. is natuurlijk ook, zo, ja. zo mag het natuurlijk ook niet evolueren, nee. maar... Maar het dus, is wel zo, je spreekt, uh, wat je zegt, als het slecht gaat, Sam, vind ik wel, dat de pers dan eigenlijk een belangrijkere partner is, want stel dat je dan niet communiceert met de pers, ja, dan dan heb je ook helemaal geen controle, want dan gaan wij misschien op basis van, dan gaan wij eens misschien hm? met de onkel van uh, ja, ja. Hans Natuurlijk. van Aken bellen om eens te en horen wie dat zit. Zelf schrijven. En, uh, ja. en is dat dan de journalistiek dat je dan in de kranten wilt zien? Nee, je wilt daar dan toch zelf ook nog wel wat controle over. Maar dat is wel wat je altijd hoort Dat als slecht, dat hij rangen sluiten, alles binnen zijn kamer beginnen bespreken. Ja. Weinig delen, ik denk ook niet dat dat de juiste tactiek is. Maar ik snap die reflex vanuit de kleedkamer. Ik snap een coach, een speler, dat die, zoiets van, oh, dat die ergens die situatie niet goed kunnen inschatten, maar iemand binnen de club moet daar altijd helikopterzicht kunnen over behouden en zeggen jongens, even ademen, we hebben nu drie weken op rij verloren. Woensdag ga jij, coach Clément, samen zitten met de Clubbrugge-Watje van het Nieuwsblad en ga jij rustig hun uitleg doen hoe dat jij denkt dat komt dat we nu op 9 hebben. En dan haal je... Dat vuur, uit die... die, die ja. snapte? Iemand moet dat overzicht kunnen bewaren voor het beste van die ploeg. Heb je dat al omgekeerd meegemaakt? Dat Klebrugge, dat, dat, dat of Kirsten Willem, in de persoon van, tegen u zei van: zeg, we zijn met dit bezig, kunt je daar iets over schrijven of kunt je dat vermelden? Of... Het is uh... niet dat het omgekeerde, de omgekeerde richting ook werkt. En wat ik dan zou begrijpen, dat je zegt: oké, okay, als dat nu. Een mededeling ja, is. Of ja, dat je ja dat natuurlijk. Doet, dat... uh, ze sturen soms wel eens iets door van, uh, of ze, of ze op hun social dingen soms doen van. Uh, uh, als dat eventueel voor jullie interessant is, om voor jullie online te geven. En dan bekijken of dat interessant is. En als dat ja. interessant is, geven wij dat. Want uiteindelijk, ja, Glubruge. Is veruit de populairste club bij ons. Uh, populairste merk, Dat in Heel ja. Vlaanderen. Die uh, bijvoorbeeld de stage in Qatar. Uh, ik heb nu twee jaar naar elkaar gevolgd. Mijn en Dada. Ik zal je zo meteen over het woord laten. <laughs> wat, wat ik daarover wou zeggen was. Uh, wij, de, wij maken stagedagboeken. En dus de deal, dat dan met de kranten, is dat wij wel op die training allemaal om aanwezig kunnen zijn. En dat is een beetje bizar, want je ziet eigenlijk doorheen het jaar geen enkele training. En dan ja. zie je gewoon op één week, elke dag, twee trainingen. Want meestal trainen ze twee keer per dag. En um, ja, ik, ik stel de interne vraag: moeten we daar dan veel over geven? Want in het jaar doen we toch ook niks over. Waarom nu ineens wel zeggen, ja, maar ja. Kliks. Dat wordt zoveel bekeken en dus ik, al die, Ik, ik maak daar constant filmpjes, dingetjes. Ik stuur dat allemaal door. En dat zijn dan de meest bekeken ja. artikels van die, van die week. Dat, dat is echt bizar. Uh, en dan ja, zeggen ze bij ons ook wel: ja, Clubburgen wordt goed aangeklikt. Dat willen we. Tuurlijk. En, maar ik vind het nogal sowieso interessant. Wat ik ook kan zien van die trainingen wil ik meepikken. Want dat levert mij ook weer een schat aan informatie op voor de volgende. Ik heb voor wel toen gezien dat. Uh, Dennis en touw heel weinig meetrainden en, en weinig betrokken waren en dat heeft zich ook wel voortgezet in die volgende maanden en ja. die mannen zijn hier weinig aan te pas gekomen en je weet dan wel waarom wat, wat er aan de hand was um, ja, je, je zegt trouwens ik ben echt een klassieke krantenjournalist heb je soms schrik over het voorbestaan van die job? nee, totaal niet net allee, om, om terug op je vraag te komen van, denk je soms niet, al die clubs nemen het zelf in handen ja, ik denk die doen eigenlijk zo weinig kritisch dat er meer dan ooit een plaats is voor kritische journalisten. En uh, ik zal mij. Allee, ik moet natuurlijk evolueren in die zin dat het Dat je die filmpjes met, op stage en zo ook oh wel Ja, het dat maken, het niet ja. alleen maar kranten zijn. Dus ik moet mee met de technische evoluties. Maar het zal altijd noodzakelijk zijn dat er onafhankelijke en kritische waarnemers zijn. En allee, We zullen er straks misschien nog over spreken eh, rond de proper handen. Ja, daar heb je gewoon journalisten nodig die. Die, die gewoon iets verder kijken dan alleen maar. Ik ben hier de clubwatcher van en ik zet filmpjes van de training uh, online. Hm. Ja, klopt. Maar volgende keer als ze naar Qatar gaan, niet meegaan, hè Bart? <laughs> en je, je zei vooral de mensenrechten situatie een beetje. Uh, ja, ik, ik heb uh, daar al eens een pittige discussie op Twitter over uitgevochten met Kirsten Willem, omdat hij vindt dat ik daar iets te hard had gebruskeerd. Maar ik vind dat je daar als voetbalclub weinig te zoeken hebt. In een oefenstage. En toch maar. zitten ze er allemaal. Ik ben eigenlijk wel als journalist wel blij dat ik er geweest ben, want allee, dat is heel verhelderend om te zien hoe de voetbalwereld in elkaar steekt. Eupen zit daar dan ook. Die zitten hm? dan in kleine vertrekken, Die spelen zitten met vier op een kamer zonder tv. Echt zoals wij vroeger uh, allee, dat vroeger Naar spelen, of op kant. als je als, uh, speling als, uh, als bij de ja. scouts ging gaan logeren. Um, Terwijl Bayern München zit dan daarnaast in zo'n soort uh, Disneyland-achtig <laughs> nagebouwd uh, Duits kasteel. Dat ze daar in die zandbak hebben gezet. Dat is uh, heel, heel bizar. Ja. Hij heeft corona veel, veel veranderd in, in hoe je je job kunt uitoefenen? Um, corona is, heeft een beetje, uh, wat ik daarnet zei, bijvoorbeeld, Club Brugge zal nu niet zo snel open trainingen beginnen te doen daardoor. Uh, al zijn, al alle, zijn alle persconferenties <laughs> Zoom-sessies, zoals, zoals ik weet dat bij andere wel is. Um, want ik heb bijvoorbeeld uh, gisteren Brandon Mechelen geïnterviewd in Levende Lijven. Uh, het gaat goed met hem, hij is verlost van de corona. Oké. Okay. Dat uh, op en af van Leuven naar Brugge's. Nee, <laughs> nog verder eigenlijk. Hè, van Leuven naar Westkapelle, De hele van Knokke. Pakt u daar een appartementje, jong? Maar Nee, dat, dus dat is eigenlijk het ding wat ik je wou zeggen. Vroeger moest ik elke dag in Luik zijn. Um, en dat was van waar ik woon, is dat drie kwartier rijden. Um, maar nu ben ik, ben ik daar maar één of twee keer in de week. Hè. De match. Uh, soms mid, mid, midweek match, Maar als, allee, dan hmm. moet het al thuis zijn, natuurlijk. En dan is een interview. En dat en zit. Meer vaker moet, is er ook niks meer te doen, want ik kan de trainingen toch niet meer zien. En nee, maar dat is de Brusselse ring, de Antwerpse ring. Uh, dan de, die autostraten, ja, nee, ja, nee, ik knokken zit. Ja, maar ik krijg gewoon F40. Um, ah, ja. En dan Rafin Alter. Ja, en dan die een GM-achtige toestand. Dat is ooit, ik had een afspraak met Maarten en, en Kirsten bij Berugge. En ik vertrok hier, ik was al wat te laat, dus ik geef snel even, je hebt wel heb zien knokken eerst wat kan bij wezen, maar er is ook een knokken net over de taalgrens, blijkbaar. Er is ook een Westkapelle in Nederland. Dat is ook een wel vervelend. Uh, ik oh, ja. <laughs> Voilà, dit geheel terzijde. Dat is wel een typisch, typisch kerkhofstoot, denk ja. ik. Um, een vraag die we binnenkrijgen van Wesley was hoe, hoe raak je aan uh, transferprimeurs? Want wat want heeft natuurlijk een clubwatcher, maar het laatste nieuws heeft ook een clubwatcher. Je, je zit daar met conculegas. Ja. Hoe kunt je je onderscheiden daarvan? Want die gaan eigenlijk op dezelfde momenten wel altijd aanwezig zijn, vermoed ik. Je belt gewoon een bevriende makelaar en een <laughs> um, Wel, dat, dat klinkt eigenlijk heel uh, onnozel, maar het factor toeval is het belangrijkste. Het is heel vaak dat je bijvoorbeeld iemand belt um, over een bepaalde transfergerucht dat je wilt checken. Uh -huh. Ik zeg maar iets, je pikt dat op in de buitenlandse kranten. Uh -huh. en, want dat is ook zoiets van... Uh, clubs kunnen alles ges gesloten houden, maar op een bepaald moment gaan ze spelers halen van ploegen. Uh, ja, die speler ontbreekt dan die training. Ja, ja. Ze vragen dan die uh, coach, ja, waar is die? Die zegt, ja... Wow. Uh, bijvoorbeeld in Engeland is dat dan wel eens. Wow, die zit daar eens in België en uh, die, <laughs> die medische testen dan doen. Ja, dan gaan ja, ja. wij natuurlijk overal uh, gealarmeerd zitten rondbellen. Maar heel vaak is het zo dat als je dan echt rechtstreeks vraagt naar iets om te checken dat, je dan, dat ze het niet willen zeggen, maar je, je babbelt dan over een paar andere dingen... En je zegt ja, maar ja, ik ben nu bezig met iets anders. Bijvoorbeeld een clubleider die zegt ja, ik ben op, ik ben eigenlijk met een andere zaak bezig. Aan, waar, ja, nee, daar kan ik ni niks over zeggen. Beld mij, mij misschien overmorgen nog eens terug. Ik bel overmorgen terug en ja, je hebt misschien dan wel een prima. Dus zo, ja. of je hoort die, je ziet bijvoorbeeld: ik um, ben op Club Brugge, ik zie daar, ik zeg: Dean Velkovic. Hm. Ik zeg. Dat is, dat is niet, hè, maar ik, zeg, ik, ik, ik heb als Velkovic, nu altijd als van koop, manager zijn. X is vanaf nu altijd Velkovic. Dan bel je naar een collega en zegt ja, Velkovic was op uh, Club Brugge. Waarom zou dat kunnen zijn? Dan denkt hij, ah ja, nou, die was bezig met die spelen misschien en zo, op die manier. Maar ik moet je wel zeggen, Club Brugge is een van de moeilijkste ploegen om transfernieuws te scoren. Ja, ik wou te daar, daar vragen, Simon Mignolet. Ja, ik denk dat heel België echt uit de lucht viel, want daar was geen gerucht rond. Laat me zo zeggen, toen hij ineens werd voorgesteld. Uh, je dat dan wel dan we dat wij dat in primeur hadden? Uh, eerlijk gezegd, ah, voilà. maar het Dat uh, misschien... heeft je een etentje gekost, of? Maar Club hebben er toen, heeft er toen zelf heel hard mee uitgepakt. Hè. Ja? Dat filmpje met die privéjet en s'avonds laat, he's coming en wat was daar allemaal? Het ding is, in dat is een grote scoop. Uh, wat daar heeft meegespeeld, um, we wisten bepaalde dingen. Um, en hoe langer dat je iets geheim houdt, hoe moeilijker dat dat is. Als je dan echt op de man af begint te vragen van... Uh, hey Simon uh, komt dan naar de of niet? En hij antwoordt niet, uh, terwijl hij misschien anders wel het laat weten. Ja. Ik geef ja, maar een ja, voorbeeld, of gebeld. Ja, uh, belt een de... makelaar ja. op en ineens krijgen ze een Engels uh, tele Dat is ook iets waar uh, ja, 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 je... Dat het niet pakken uh, uh, maar het andere beltoon is. Allee, de de beltoon, kiestoon ja, ja. uit Engeland is heel herkenbaar. Hè? Ja. Dus dat is zo'n dubbele... Dat is je tweede bron dan al. Dat is de als, bevestiging, als... dan kun je het zien. <laughs> <Ja, laughs> <laughs> nee, maar dat zijn allemaal aanwijzingen die, van die kleine dingen. Ja, maar toch die heel die... moeilijk om te beslissen om het dan ergens te gaan neerschrijven. Je moet het toch uit iemand zijn mond ja, iets ja, ja, hebben gehoord. Maar we hebben uiteindelijk Mignolet... Want... Pas gegeven toen we, toen we het echt 100% zeker wisten. Want als je daar de bal mislaat, ja, dan maakt ja, het wel een helemaal mal figuur. He. He. Heb je dat ooit al eens voor gehad? Een de bal bent... misgeslagen? Ja, zeker. Uh, wacht even, nu moet ik mijn grootste blender, Maar soms kan het ook uh, helaas minuut pas afhaken. Dat ja. zowel club als speler er wel echt mee akkoord Ja, waren en, en... en dat zij afspreken om alles te ontkennen dat dit ooit gebeurd is. daar, dat, is, dat gebeurt eigenlijk heel vaak. He. En daar hoor je soms ook van. Het is afgesprongen omdat het in de media is gekomen. Dat klopt ook wel echt. Dat is, ja, dat als iets gelekt wordt, ja, als dat maar geweten is tussen twee, drie personen, dan ontstaat er onmiddellijk wantrouwen tussen die groepen. Ja, iemand heeft dat hier gelekt ja. en dat kan al reden zijn om het niet te laten en doorgaan. Zijn er uh, managers, makelaars die u proactief bellen om zelf actief te lekken? In hun eigen voordeel dan? Dat, dat, dat jij gebruikt, Maar gebruiken. dan, wat meestal doe ik er dan, ben ik er heel voorzichtig mee, want als ze dat doen, dan hebben ze een bijbedoeling. Ja. Mm -hmm. Er is geen enkele makelaar die gaat zeggen: hey, ik, heb hier, ik ga hier de dingen. tenzij dat ze willen, uh, een foto regelen dat ze er goed willen opstaan. Maar nu, tegenwoordig, <laughs> tegenwoordig is dat ook niet meer. Ze denk hebben denk ik, genoeg fotografen en, en dingen en. Uh, ze hebben zelfs requisieten mee naar foto's hè, die mannen van Sport Plus met die zwarte mal, dat is onwaarschijnlijk. Ja, 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 ja. het dus... werkt hè, we praten erover. Maar als een makelaar naar u belt om een speler sneller bij een bepaalde club te krijgen, is dat voor u wel direct: "Ah, oh, dat is bron 1" en dan hoeft er nog maar één andere nieuwtje bevestiging te hebben. En je kunt het schrijven, hè? Ja, tuurlijk, maar dus die bevestiging is, is altijd wel nodig want uh... Inderdaad, ja, anders zit je gewoon met makelaars die willen hun spelers uh, in de markt prijzen. En dat gebeurt ook op het topniveau. Hè. Dus, Tuurlijk. Uh, uh, dat is, en nog meer misschien, hè, nu met Barcelona. Uh, ja, uh, hoe gaat dat allemaal gaan? Er zitten maar onverkoopbare spelers. Ja, je, probeert, uh, je weet van, er zijn maar vijf clubs ter wereld die een bepaalde speler kunnen kopen. Dus dat is gewoon blind liggen. Tuurlijk. Ja. Ik ben, ben nog aan het wachten op, op die... Die mistransfer Maar bijvoorbeeld, ja, dus nee, moet, uh... maar bijvoorbeeld uh, die roddel die wel heel sterk was op een gegeven moment, maar ik kan ook gewoon heel slechte bronnen hebben. Batjouai Club Brugge. Er gingen medische ja. testen plaatsvinden een dag na, een match van de Rode Duivels. Allee, er was van, dat was al gepland in, in het ziekenhuis van Brugge, dit en dat. Nooit niks meer van gekomen. Well, dat hebben wij bewust ook niet geschreven, um, omdat we we weten dat clubper zeker de voorwaarden heeft opgevraagd, maar ik denk dat ze ondervonden hebben dat er nog een verschil is tussen de keeper van de Premier League te halen mm -hmm. en de spits. Mm -hmm. Want je ziet nu ook, ja, ja, die ook al heeft hem bijna niet gespeeld, hebt Crystal Palace pakt hem wel. Dus uiteindelijk, ja, al die clubs hebben we ook niet zo heel veel. Ze zoeken dan toch iemand die die, die dingen kennen. en dus je je vooral dan? die mannen, wat vooral daar een rol speelt, is die zitten liever op een contract in Engeland ja. op de bank. Ik moet het zeggen zoals ja, het, is, het, is. het is. Het is tien dan. keer zoveel. Allee, tien is misschien overdreven, maar het is echt een veelvoud. Maar hoeveel keer belden ze in die twee maanden naar Brugge voor ergens toch? Ja, is het dan nu? Is het dan nu? Komt hij nu? Je mocht dan niet te veel doen, want dan, uh, ja, dan gaan ze je zeker niet antwoorden. Dus je moet daar echt zo. Voor nu, deze periode, 5 oktober stopt het. Dus het zijn nu de hoogte. Het is ja. niet dat ik elke dag bel mij. Met Kirsten van hoe zit het met transvers. Want Kirsten zegt, en daar geloof ik in. Ja, ik weet het zelf ook niet. Hij zal ook mm -hmm. al zijn van de laatste pas op de hoogte worden. Ja, dat moet je wel nieuws, toegeven, dat ja, is echt waar. Hè? Ja, maar als ja, morgen in het laatste nieuws staat uh, Club Brugge heel ver gevorderd met benteke. En jij hebt dat niet, jij hebt dat dan een dag later, dan baal toch? Dan, dan is er toch ergens iets da, Als gegaan. Dat waar is wel. Maar uh, ik denk dat Benteke ook al eens in het laatste nieuws heeft gestaan dat het niet waar was, en dan, dan uh, wie daar veel minder problemen natuurlijk. Mm -hmm. ja, ik ben Je bent dan twee gewoon dagen. in Londen blijven. Nee, maar je dus, zet dat niet slecht gezien, omdat je ergens een scoop hebt gemist. Ja, ik ben, ik ben altijd ziek van elke scoop die ik ja? heb gemist. Ja, ja. Maar als in Londen mijn, blijven... mijn mijn grootste misser, ik wil dat wel zeggen, was dat op het moment dat Fernandes daar overnam, dat ik dacht dat Luciano Donofrio daar ook tussen zat, en dat, dat bleek niet zo te zijn. Um, en daar, daar heb ik nog altijd grote spijt van. Um, dat ik dan niet, allee, dat ik daar uh, verkeerd ingelicht ben geweest en een bron heb vertrouwd die uiteindelijk te vertrouwen was. Dat was dus niet met een speler, maar... nee. uh, en de grootste scoop die mij die ik had, denk ik, was uh, Victor Valdes naar uh, daar. Dat was ik nog altijd een ongelooflijke een transfer. Ja, zeker inderdaad. gegeven de figuur die Victor Valdes was op dat moment ja, de naam nu dat nu ook die best aan daar uh, terecht kwam. Dat, dat vond ik wel leuk. je dan ook zo eigenlijk uh, dokters of verplegers of verpleegsters of? Ja, ik ga gaan onze prijs geven, maar wat je dus wel hebt. <laughs> <Jawel>. <laughs> maar ik, ik zal zo een paar. Maar ik, ik, zal, ik zal nog een paar tips geven ah, wat je moet doen. Kijk, als een speler een transfer maakt, dan zijn er inderdaad een aantal um, vaste stationnetjes ja. waar je moet passeren. Zo'n station is bijvoorbeeld, nu met corona is het misschien iets anders, maar de aankomst al in Zaventem. Ja. Als jij gewoon op de laatste. Zo hebben we hebben ook al veel uh, scoops ja. gehad. Als je op de laatste dag van de transferperiode. Een daar, iemand zat er gewoon. daar iemand ja. zet. die heel veel van voetbal kent. En kijk, het is echt niet moeilijk om zo... zelfs een onbekende voetballer te halen er zo uit. De ja, ja. Ja. voetballer met zo. daarnaast een makelaar die combinatie met zijn raar trainingspak. De uh... trui van Filip Line. Ja, ik ja, bedoel, je haalt ze er zo uit. Bedoel, Balenciaga. Ik, uh, ik daag je uit, staat je een dag op Zaventem. Uh, doen we dat de vijf oktober? Ja, dus je goed, moet het echt iets doen. Je moet echt iets doen. Gewoon Facebook live. Je gaat, gaat ja. beet hebben. En dan, nou, dat zie ik nou, alsof de medische keuring is ook nog wel vermoeiend. Zo, ja. Om, ja, ja. om visueel ja, een dag lang ja. iedereen te scannen die uit de Zaventem komt. Maar komt daar dan ook altijd iemand bekend tegen, zo'n verre familie dat je daar dan ineens... Eigenlijk, wel, <laughs> eigenlijk, eigenlijk is dat wel een toffe dag, zo is op Zaventem het ah, dagje ah. doorbrengen. Ja. De... Ja, dan kun je het ook voor hebben, want uh, twee jaar geleden, die, die spits van Galatasaray, die, die hangen, veranderd kwam, ja. zogezegd. Ja, die land dan, of die komt dan aan... Die dan denk niet, ah, oké, okay, het is Roland. Brussel-Zuid. Yeah. Er was okay, niemand maar in Brussel-Zuid. Ah, ah, die was, die was met de trein okay. gekomen vanuit Londen. Met Want ja, de ja ik zou wel voorstellen als je overal hoort: die gaan naar Anderlicht, die gaan naar Anderlicht. En die komt dan aan in Brussel-Zuid dan nog. Dat je wel denkt: oké, okay, breng maar, jij gaat naar Anderlicht. En dan ineens: oh, het was veel bruggen. Ja, 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 ja. ja, ze kunnen inderdaad lelijke uh, verkeerde benen worden gezet. Maar er zijn inderdaad heel veel transferdeals op de laatste dag gekaapt geweest. Maar dus de dokters en, en kines en verpleegsters zijn dan de volgende stap. Voor te lekker. Dat is, maar dat is moeilijker, omdat die wel medisch geheim wordt enorm gerespecteerd in ja. België. En daar ben ik wel blij om, eerlijk ja. gezegd. Ja. En ik ga ook niet zo snel uh, een dokter echt zijn arm omwringen om dingen te zeggen. <laughs> want ik wil zelf ook niet dat mijn dokter uh, <laughs> dingen, dingen over mij zou vertellen. Dus dat is wat, wat, wat je daar wel kunt doen, is bijvoorbeeld... Elke club heeft wel zijn ziekenhuis waar zij medische testen doet En dan kun je daar dan iemand zetten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat is ook weer zo'n momentje, zo'n... Een, een versmalling in de weg die ja. de doet. En dus ja. moet je moet gewoon proberen fysiek die te ontmoeten. Um, hotels, bepaalde hotels uh, rond Zaventem. Bijvoorbeeld de Crimeplatz, Plaza is zo'n ja. typische voetbalonderhandelaarshotel. Dus ik, ik, ik heb daar vaak ook een afspraak met een makelaar dan. Voor, voor zo uitleggen wat we doen en zo. En dan zie ik altijd ergens een tafeltje verder ook een andere. Ja, continu. De, dat is maar dan verschieten die toch kaart. Oh nee, die van het nieuwsblad zit daar ook. Als die u nee, maar hij gaat dan helemaal vermomd. Ah, ja. undercover. <laughs> <the> <laughs> Zo met een kalender, <laughs> uh, <laughs> laatste nieuws, met twee gaten in. <laughs> dat, dat, dat gebeurt inderdaad, dat mensen dan niet leuk vinden dat ze ineens een journalist zien. Ah, ja, ja. Maar oké. Okay, dan maar. weten die al hoe laat dat is, als die u ziet. Weet ik die, maar ik wil nu ook niet uit, doen uitschijnen dat ik uh, van, van maandag... Allee, zeven dagen op zeven In zo... de aan koffie gram... zitten. Daar. <laughs> <laughs> nee, daarom dat hey, job ik, wordt wel meteen veel interessanter, vind ik. Dat vind ik wel cool. Maar, maar dat zou een methode kunnen zijn, ja. Ah. Maar oké, okay, dan gaan ze ook wel weten van... Oh, de kruimplaats, dat de daar, daar niet, van ja. de journalisten, daar blijven <laughs> dan ook weer weg. Want ze gaan net naar die dure hotels, omdat ze denken dat ze daar wat exclusiever... Dat kan ook gebeurt. waar is dan, natuurlijk. Tuurlijk, en uh, in Londen is dat ook zo. Hè. Dat is ook een bepaald aantal hotels waar al die deals worden gesloten. Uh, ja, en dat is zo... Uh, Zalig. Ja, dat is zo... Dat hoort er ook wel een beetje bij, die wereld. Dat moet zo'n beetje bling-bling zijn. Hè. Je kunt een transfer uh, naar de Premier League niet sluiten in, uh, weet Burger ik veel... Burger uh, Ja, Burger King. <laughs> of, of, of de Nando's. Heb je zo wel eens iets gebracht dat je daarna dacht van mhm, dat is het randje, ethisch gezien, dan... Een keer je, ethisch of, gezien. Ja, van dat je daar niet goed, goed bij voelde. Dat kan een medische situatie zijn. Dat kan iets van een bron iets Maar dat je het druk voelde zo. van: ja, ik moet het wel brengen. Terwijl je dacht: die bron gaat dat misschien niet appreciëren als ik dat toch breng. Of... Wat, wat je soms zo wel hebt, is van dingen die duidelijk privé zijn, maar op een bepaald moment toch een invloed kunnen hebben op. Uh, functioneren bij een club, dat het dan uh -huh. wel relevant is om het te brengen. Uh -huh, ja. Maar dat je dat het verhaal niet Niedelijk, volledig he? kunt brengen, want er... En bijvoorbeeld een privé-situatie van uh -huh. de speler, waardoor dat die... Ja, die kipa blijkbaar, die is gescheiden en heeft superveel liefdesverdriet. Ja. ja, dat heeft duidelijk invloed ja. op, op hoe geconcentreerd ja. dat kan dat zijn. Bijvoorbeeld hoe... Davino Verhulst was, was, ook, was ook in zo'n situatie. Die moest keepen en die zijn, zijn dochtertje, denk ik, die, die, had een, die zat ja. nog in het ziekenhuis op dat moment. En dan is t, vond ik ook als media heel moeilijk van... Ja, dat speelt sowieso mee bij die gast. Ja. Bij die zijn prestaties. Je weet dat, maar je twijfelt toch om dat te brengen, denk ik. Ja, dat zijn de moeilijke kwesties. Ja. Hè. Dus dat is echt uh, afwegen, afwegen, afwegen. Uh, je kunt maar dat is in het algemene journalistiek zo. Dat was ook zo mm. met, die, met die bepaalde gelekte video's van BV's. Dat is net hetzelfde, hè? Iedereen krijgt die. Alleen niet iedereen, uh, gelukkig, maar. Mag uh, jij wel? <laughs> iedereen <laughs> iedereen normaal dan? <laughs> nee, het, is, het heeft mij verbaasd dat op het moment dat zij die BV's er dan zelf proactief over zijn beginnen praten, dat dan bleek dat heel veel mensen het nog niet wisten. Uh, dus ja? dan dan, dat je je afvraagt van: ja, was dat dan wel zo slim misschien om dat te doen? Dus het blijft zo'n moeilijke afweging. Um, dat is waar. En, maar ik denk vroeg of laat. En wanneer moet je daar als media mee aan de slag en hoe doe je dat dan? Ba dat daar bestaan gewoon geen paspartout antwoorden voor. Maar inderdaad, en ik denk in de voetbal dat we daar nog een hele verre weg te gaan hebben. Ook de invloed van psychologische. Uh, allez, uh, ja, het toch... kan wel blijven hangen bij supporters en zo, iets wat je wat schrijft op het moment, speler, dat kan de perceptie van die speler wel worden. Ja, en, en, en ja, hoeveel spelers zijn er niet met, met falangst en, 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 en die, ja, die daar... Mm -hmm. uh, alleen hoeveel voorbeelden hebben we wel niet gezien. De meest extreem voorbeelden, Robert Enken en zo, maar dat heb je mm -hmm. in gradaties. Mm -hmm, en, um, en dat is altijd heel moeilijk, en, en, want ook ja, binnen club Binnen clubs wordt daar ook niet zo gemakkelijk over gesproken. Nee. Ook uh, trainers en zo weten dan ook niet altijd waarom iemand ineens niet meer goed presteert. Dat het ook en... niet in dat wereldje, dat macho-wereldje, dat voetbal is, ligt privé en voetbal vaak gescheiden. En als dat dan vermengd wordt, is dat voor een kleedkamer en voor een club heel moeilijk om daarover te spreken. Hm. Laat staan dat de pers daar plots zou opduiken. Hm. Dat, is, dat is vaak niet gemakkelijk. Heb, jij, heb je vaak ruzie met het, met het andere deel van de krant, niet-sportgedeelte, omdat die moeten... Ja, moesten zo, zo filmpjes van, van de Rode Duivels lekken? Zouden die daar iets over moeten brengen? Dan kan die Rode Duivel bijvoorbeeld denken, zeg, je het Nieuwsblad. Als Bart me nog eens belt, die moet niet meer binnenkomen. Of, of wow. ja, ja, die, die ruzie van, van Kat en Driesa, dat dan zo gefilmd was. Ja, ja. alle kranten brengen daar iets over. Ja, Dries is daar niet happy bij, ik moet die dan ook uitleggen. Want ja, maar die, die sportjournalist heeft daar... Niks over te zeggen, eigenlijk. Um, ah, gelukkig zitten we nog niet in, in Vlaanderen dan in de situaties als in Engeland, waar dat je dat inderdaad wel hebt, zo de heel sensatiebeluste pers en dan de sportjournalisten van de Sun, die dan wat afstand daarvan nemen. Bij ons, um, ik probeer wel zoveel mogelijk in overleg te gaan met die andere ja. collega's, net om, om het te kunnen controleren. Mm -hmm. Ik vind het ook flauw, omdat ik bijvoorbeeld aan Dries Mertens zou zeggen van... Ah ja, ja, dat was Kiknie, drie ze waren de collega's van, uh, van de algemeen. Ik heb daar niks mee te maken. Nee, ik, ik ben de journalist van het nieuwsblad, dus ik moet rekenschap afleggen voor het Niesblad. En ik sta ja. daar ook achter. Maar wat dat die... mooi, ik ook denk al, dat ook lees, al dan iedereen zo is. Nee, maar ook omdat ik erop reken dat mensen dat wel weten dat je onmogelijk als individuele journalist dat kunt doen en alles kunt controleren. We hebben dat wel gehad bijvoorbeeld met snelheidsboetes, is dat soort typisch iets, Jordan Lukaku ja. de ene na de andere. Ja, oké. Okay, Rondrijden uh, zonder rijbewijs. Ja, uiteindelijk Toen zijn dat dan wel we... echt overtredingen die begaan zijn. Mm -hmm. En die, ja, ik bedoel, ja, er komt... Wij doen ook gerechtbankjournalistiek. En als je dan een bekend iemand zet, ja, dan kom je iets sneller. Ja, dan moet je het er maar bij pakken. Hè. Mm -hmm. Toen Jonathan Lejarze in zijn eigen tepletten reed, was, het, was dat ook zo. Van ja, moeten we dit wel... Maar ja, uiteindelijk, ja, ja dat dat... wel... Dat is een nieuw voorbeeld dat je niet kon verzwijgen. Nee, nee maar in het begin was dat ook zo. Van, ja, uh, werd er werd echt druk uitgeoefend op, uh, op sportjournalisten om dan niet te uh, groot te spelen. Maar ja, op een bepaald moment moet je echt ja. wel zeggen. Want... Over lesjaar heb ik wel nog een anekdote. Dus ik, ik had lang, lang, lang geleden had ik een vriendin in Londenzeel. En dan moest ik altijd voorbij de Carré. En die, was daar, die had daar op de parking toen, op, na nacht reek ik naar mijn vriendin. Die had dan bras gemaakt op de Carré. Parking blijkbaar, die was weggereden, die gast was erachteraan gereden. En vlakbij, waar mijn vriendin woonde, in een van die kleine straatjes, was Le uit een bocht gevlogen. Juist toen ik daar passeerde. En ik zeg daar zo weer staan naast een witte, een witte Porsche Cayenne, denk ik, of een witte BMW. Het klinkt als de oude van Le En dat was Le Jard, die stond er gewoon stil tegen een muur zo, te staan, tegen zijn notte, in het midden van de nacht. En dat was nog voor het tankstation, voilà. Huh? Daar mijn en ben is er dan uitgestapt om die te nee, halen. Nee, ik zeg oh, nee, nee, toch niet dat dat echt leger is. Maar het was hem dus. <laughs> ja, die herkent je natuurlijk ook wel. Heel ja, hard. die verkende van heel ver, is dus dan met zo'n witte broek met gaten in. Ja. Uh, moet, moet de Clubwatcher ook de, de, de vrouwen volgen? Nee. Nu dat het um, zo in de lift zit en er mm, meer en meer over geschreven. Nee, en, uh, dat moet nee. niet. Dat is niet verplicht. Maar ik probeer wel. Uh, want Leo van der Els vind ik persoonlijk wel. Zeer sympathiek persoon. En uh, hij is een trainer van Club Brugge. Dus uh, als ik die zie, vraag je ze wel eens naar. Maar als je me nu vraagt, wat was de uitslag van de vorige match, moet hij dat wel het antwoord op schuldig blijven? Why wat vrouwenvoetbal betreft. Ja, ja. Ik denk wel dat daar een enorme toekomst in zit. Um, op alle vlakken. Alleen ik denk dat binnen twintig jaar dat daar gewoon niemand daar... Een, dat daar ook geen discussie op is van moet dit evenveel dingen aandacht besteden. Ik denk echt wel dat dat... Dat we daar naartoe kunnen gaan. Uh, maar dat en, is een lang proces. En ja, moet ook zeggen: van, ja, dat moet, moet groeien. Hè? Je kunt dat niet forceren. Ook zoiets, uh. en, die, en die Club Next nu? Die doet in 1B. Heb je dan zo'n assistentje gekregen? Die, die, die Nalo, Keren, Ja, nee. Maar ik heb in de twee bijna volwaardige uh, ploegen. Ja, opslag, opslag gevraagd. Hè. Uh, <laughs> uh, ik moet nu altijd aan <laughs> het dak genomen hey, hey. voor al die thuismatchen. Nee, dat is ook iets um, da, een nieuw gegeven. Um, hoe moet je daarmee omgaan? Is dat nu plots zoveel belangrijker? Um, ja, ja, toch. Um, is Club Next, als die een match spelen, nu niet belangrijker dan de andere? U21. Ja, wel, wel. ja, sowieso, ja. Tuurlijk. Okay. Um, ik vind die een trainer wel een figuur. De Rick, Rick De. Ja, de, Rick de, mil, de ja, ja. wel. Ik, 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 ik zou die inderdaad wel eens willen interviewen. Um, maar we zijn nog even mee aan het wachten, want we willen ook een zien wat geeft dan nu in een bezem? We hebben nu altijd nog geen match kunnen winnen. Uh, maar ze gaan wel niet zo hard af als ik dacht, maar Nee, benieuwd, nee helemaal niet, want er zit wel week, week, kwaliteit. Ja, ik denk dat die, dat die groep echt enorm vooruitgang aan het maken is. Mm -hmm. Dat dat echt ongelooflijk succes. En ik denk dat anderen echt in Genk wel, wel terecht uh, geambiteerd zijn dat zij dat voorrecht niet hebben. En dat is eigenlijk een van de strafrechtelijke. En dat is iets wat rap, rap beslist is geweest op die laatste vergadering van de Pro League. Om op die manier proberen. Het was in, in de, de, de onderhandeling heel slim van Brugge om het op het einde aan te bieden: van oké, okay, we gaan akkoord als. Ja, Manart heeft een briljant van Manaart geweest. Ja, ja. Ja, maar nu moeten we wel zeggen: als ander ligt, u 21 die, die jongens die zijn 14, denk ik. Want, ja, nee, dan <laughs> ja, ja, spelen nog er zelfs in de apen. Die spelen bijna met duiveltjes. Toch wel wat schil. Ja, maar bij, bij clubs zijn ze ook jong, ze dus worden ja, ook steeds jonger. Hè? En omdat inderdaad, ja. A-ploegen worden ook steeds, jongen, Heb ik het gevoel. Want... Ja, maar Club Next wou ook Kilian nog aansluiten. Hè? En Dat kon dan niet door die extra regeltjes, maar ze zijn er wel mee bezig om te kijken hoe kunnen we op de juiste manier daarmee omgaan. Ja. Ik vind het algemeen, ben ik geen voorstander van um, U21-ploegen in het profvoetbal. Want ik vind dat 1B eigenlijk als. Niemand hart, niemand. Moet worden als, als deftige competitie. Maar ja, dan neemt niet weg dat op dit moment is dat wel een gouden zaak voor Club Brugge dat ze, dat ze hun, hun spelers ja, is, daar hebben Het is lopen. dubbel. Dat als, is het uh, Ik was ja. op restaurant met twee ex-ploegmaats van Dries die, die, die ik zo ken, en die hebben het zo net niet gehaald, en het ging dan daarover, en ik zei ja, al die jong ploegen in, in de Keukkampioen divisie, wie weet, waart je wel nog profvoetballer, moesten die dingen niet bestaan. En die waren er toch ook wel heel dubbel over, want het Nederlandse voetbal heeft er wel van geprofiteerd. Of de Nationale ploeg dan vooral. Er zijn zoveel dingen waar je dan toch vraagtekens bij Bijvoorbeeld ook van ja, de competitiebeïnvloeding in Nederland is daar toch ook altijd gedoe over. En Terecht ook. Daar willen we toch ook zo ver mogelijk vandaan blijven. van Die verdachtmakingen, daar hebben we al genoeg van in Belgisch voetbal. Dat is één ding. Uh, maar ook puur, uh, ons 1B-voetbal is echt een goed niveau. Um, ja, maar is een goed niveau omdat het, omdat het ziek is. Dus je kunt, je kunt er veel meer jongeren in laten doorstromen als je het helemaal hervormt en er toch. Maar ik uh, vind als wel dat je beter je mee omgaan. moet Die jeugd niet lager deze Financieel is dat helemaal kapot en daarom kan die jeugd daar niet mee. Maar de jeugd kan het wel mee. Je moet je gewoon wat tijd geven. Jong Ajax was ook niet het eerste jaar goed in de keukenkampioen-divisie en na drie of vier jaar zijn ze Ja, kampioen maar de keukenkampioen-divisie heeft een veel lager niveau dan 1B hoor. Nou, dat is waar. Maar ik vind wel, we kunnen ze moeilijk in derde of vierde klasse gaan laten meedoen. Hè? Maar gewoon in een belofte competitie. Maar ja, nu zijn we weer in discussie. Ja. Maar als vroeg. het over de... Want ik zag vandaag dan de selectie van de Rode duivels. Ja, dat is, Heel veel spelers hebben een anderlicht verleden of opleiding bij anderlicht gehad. Echt, wordt meer en meer ook, heb ik het gevoel. Je merkt wel dat Club Brugge daar, daar echt iets aan probeert proberen te veranderen is. Ze zijn ja, vol bak aan het inzetten om die jeugd op hetzelfde niveau te brengen. En daar hebben ze nog een lange weg te gaan. Om de anderlicht heeft nog altijd die naam mee. Maar uh, als ik nu zie wat Club Brugge doet... Um, ze krijgen ook kansen in de A-ploeg. Ja, en, en ook heel jong, uh, in heel België, spelers halen. Um, denk ik dat dat niet lang gaat duren. Op dat, dat is echt uh, hetzelfde ja. niveau. Um, van de Keibus bijvoorbeeld, maakt zijn officiële debuut. Ja. Heb je die dan al veel aan het werk gezien? Ja, die heeft uh, gespeeld uh, op stage tegen Ajax, geloof ik. Ja. En gescoord. En dan, uh, wel, Centrale middenvelder. Ja, in ja. Qatar uh, was dat. En... Toen zat ik met hem toevallig op de bus, op de luchthaven, zo weet wel, om naar shuttle, de, ja. de shuttle. En dan met hem zo wel eens een klapje gemaakt. En dan blijkt dat, dat hij een sympathieke Antwerpenaar is, uh, met een verleden op het kiel. Uh, okay. dus, uh, dus dan denk je dan, dan, ja, dan Clement, uh, uw goed gezind en zo. Uh, Nee, dat is mochtig. <laughs> ik denk nu, niet dat dat de reden is dat hij wordt voorgetrokken. Um, maar ja, dat, is wel, allee, dat was wel een gast die. Ik denk dat dat een clevere gast is die op veel ja. posities aan kan. Um, maar je hebt zo hem, je hebt de, de, de Kuiper. De Kuiper ja, van vind de ik persoonlijk ook qua mentaliteit echt zo een en die er vergaat. Um, ziet er zo wat, op deze zicht wat schreeuw uit, maar als je hem ziet spelen, die laat zich niet doen. En ik heb die in onze competitiegids als uh, de grote revelatie van Club okay. gezien. Maar je moet dan ergens ja, zo gokken, weet. een beetje. Ja. En je wilt wel zo'n straffe, als dat uitkomt, ja. dat je ja. kunt laten zien. Hey. Dus, uh, maar hij was helaas geblesseerd uh, begin van het seizoen. Maar ik reken dus nog op uh, Maxim de Kuiper ja, aan de linkse poot. Dus, uh, en die en van der Bremt, volgens voetbalmanager, goed, uh, is dat een beste. Ja, die was er al vorig jaar al bij. Ja. En afgeremd door blessures. Uh, ja, kan ook iets. Nee, ik vind het. Chapeau van uh, Clément, dat hij die mannen echt speeltijd heeft ook vorig seizoen al. Hm? Ik denk ook niet dat het toevallig is dat hij dat ook zo doet in Champions League. En, want bijvoorbeeld Maxim de Kuiper, die heeft geen enkele officiële minuut in de Jupiler League, maar wel in de Europa ja. League, wat toch vrij straf is. Ja, maar is, dat is ook denk ik wel een zet om, ja, ik zeg nu niet marktwaarde kunstmatig te verhogen, maar wel om die mannen zo wat. Uh, ja, versnel te brengen, dat hij snel de dingen oppikken. En ik denk dat ze de Champions League, afhankelijk van de loting en hoe dat gaat evalueren, ook weer opnieuw. Scherlijke. Die gasten, uh, zeker Charles de Ketelaar, kijk ik echt uit. De Champions League, dat is echt zo wel ja. een uh, podium waar dat je wel eens, uh, iets kan laten zien. En hij is aan het komen qua vorm. Uh, de Ketelaar, je ziet dat hij ook iets later gebracht is geweest in het seizoen. Dus ik denk, allee, ik verwacht er veel van, eerlijk ja. gezegd. Ja, wij. Maar... Wij vragen iedere keer als we, als we weten welke gast we hebben aan de fans om vragen in te stellen. We krijgen er heel veel over, over proper handen dan. Om er dan over te beginnen. Ik ga niet beschuldigd, klinkt ja. te zwaar, maar er wordt gezegd dat je met twee maten twee gewichten schreef. Ik vind het wel leuk dat ik de kans krijg om daar even op te reageren. Ik wou ik zeggen ook aan Evertrouwen, dat is in mijn jeugd de ploeg waar mijn vader mij naartoe bracht om te gaan kijken. Dat was KV Mechelen. Oh, kijk, het is gewoon de cul van Allen. Oh en nee, dan krijgen we daar weer commentaar op. Dat had was, was puur met geografie te maken met een paal. was een beetje een successupporter. En die zei: Ah ja, er is hier een ploeg niet zo ver van Leuven die het goed doet. Ja. Uh, dat was de periode, Stade Leuven In periode zijn. Cordier. Stad Leuven was Leuven. toen rampzalig. Daar ja. waren als jaar niks meer. Dat was trouwens letterlijk onze achtertuin, want wij woonden op de dreef. Ah ja, ja, voilà. Kardina Marcel 26. Ja, ja. Met die uh, appartementsgebouwen. Appartements ja, wij wonen eigenlijk tussen de Deleuze, het appartementsgebouw en oh. de. En uh, het veld van nu OHL, toen Stade Leuven. Um, maar die hebben maar één deftig seizoen gehad in tweede klasse. Het, het laatste jaar daar A ah, Gent daar spelen, 89, 9. Nee. Voor de rest heb ik die eigenlijk niet gevolgd. Okay. Uh, maar KV Mechelen, dus daar, daar gingen we dan naar kijken. En uh, ik heb daar ja, als kind gewoon uh, sympathie voor gehad. En ik was eigenlijk des te geschandaliseerder toen. Toen dat uitkwam, en ik vond dat echt... En dat waren ook de eerste reacties van KV Mechelen supporters zelf. Herinner je dat filmpje dat ze opnamen, dat die gasten van... Ja, ik heb me zoveel geld in die club gestoken, en dan komen die paljassen. En dat is helemaal gekeerd. En... Maar waarom zegt je dat nu? Omdat je harder bent geweest voor KV Mechelen? Nee, ik zeg nee. dat nu om te zeggen dat... Je mag me er niet van verdenken dat ik KV Mechelen zocht. Integendeel, ja. ik vind net... Ik ben eigenlijk een beetje verwonderd dat de supporters zo snel zijn meegegaan in het verhaal dat nadien is opgehangen, dat uh, de bond KV Mechelen te zwaar heeft aangepakt. We, uh, ik heb het gewoon journalistiek bekeken. Uh, op dit moment heb ik niet speciaal sympathie meer voor een bepaalde ploeg, dat kun je ook niet permitteren. En er zitten gewoon toffe gasten en klootzak, om het zo te zeggen, bij elke club. Ja. Um, en bij KV Mechelen um, was er dan wel eens een beweging van uh, ja, de pers is tegen ons, maar nee, het enige wat wij gedaan hebben is de feiten die er waren gebracht. En ik nodig nog altijd iedereen uit om eens op de website van het BAS al die telefoongesprekken van die bestuurders, van Steemans en zo, met Velkovic. Maar Staan ook die daar Sobers. gewoon zo ja, ja, je ja, kunt die nalezen. Erop, ja. En, uh, en ja, lees dat eens onbevangen en Welk beeld komt daar voor, voor u naar voren? En voor ons was dat heel relevant. En je kunt zeggen, Moskroen zijn grotere schommelaars. En dat was ook mijn eerste gedacht. Maar daarvan hebben we de bewijzen nooit gehad. En misschien ofwel omdat er niet geschoemeld is, ofwel omdat ze er niet zijn, uh, de bewijzen. Um, maar ja, moet ik dan niet over KV Mechelen schrijven? Omdat ik denk dat het bij Moskroen. Nee, ik nee als journalist moet ik gewoon de zaak Mechelen doen. En ik was wel. Um, maar... erg verwonderd hoe nieuwe investeerders, zoals een Olivier Somers en zo, waarvan, waarvan je kunt zeggen, oké, okay, die heeft een einde gemaakt aan die Velkovich-periode. Maar ja, om dan uiteindelijk, toen hij in degradatie uitkwam, hmm. toch weer zich te richten tot die mensen in paniek, waarschijnlijk. Misschien wel een begrijpelijke reactie, maar ik vond dat hij er dan toch niet zo gemakkelijk mee kon wegkomen. Ja, dat klopt. Um, we zien nu Dieter Pennings, ja. die, die is niet in opspraak in propere handen. Um, ja, Omdat er niks is tegen hem. Maar ja, oké. Okay. Uh, dus je kunt niemand beschuldigen. Nee, 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 natuurlijk. Uh, maar gezien nu wel dat hij in een ander dossier wel nu in de, in de gevangenis zit. Ja, je zei bij... opvallend stil, uh, Evert. Als, ja. maar nee, als, als, ik vind als spreekbuis ook, van de KV Mechelen. Ik vind, ook, allez, ik vind nu net inderdaad, vind ik ook van. Allez, Bart Laga, dat is zo'n naam die de laatste twee jaar op elk KV Mechelen-forum door het slijk is gehaald en wordt neergezet als de grote boeman. En dat vind ik ook totaal onterecht. Hè. Dat, dat heb ik ook altijd verdedigd. Ik snap niet hoe de KV Mechelen zoals Bart het zegt, uh, helemaal is meegegaan in het riedeltje van de press is the enemy. En alles wat er hier nu plots over de club verschijnt klopt niet. En dat zijn leugens. Nee, dat, je moet als supporter. Daar nog altijd objectief naar kunnen kijken. En je bent best wat meer kritisch voor je eigen club dan omgekeerd. En inderdaad, zoals Bart zegt, op een gegeven moment komt dat dossier uit, krijgt hij via bronnen al die tabs. Ze schrijven daarover in de krant. En in plaats van deftig te gaan kijken wat er daar allemaal in staat. en wat onze bestuursleden misschien hebben mispeuterd. Nee, gaan ze de boodschapper aanvallen. Ik heb dat nooit goed begrepen, echt niet. Dus ik, ik steun Bart erin en ik vind ook dat hij dan zijn uitleg daar zeker over mag doen. Want als supporter hebben wij er alleen maar baat bij. Dat er journalisten zijn die dat grondig brengen en die daar goed in duiken. En je kunt een keer zeggen: ja, maar waarom heb de Moescroe niet beter onderzocht? Of mm, waarom dat is geen de, argument eigenlijk. Ja, waarom heb je de rol van een, een alaard of een Ebe Vragen niet beter onderzocht? Maar als journalist, inderdaad, kun je maar werken met geen dat je hebt en waarmee, waar je aan kunt. En dat was in dit geval heel veel KV Mechelen. Dat is niet de fout van Bart. Hè. Dat is vooral de fout van de mensen binnen KV Mechelen die hebben liggen sjoemelen. En je moet ook niet altijd over het zwaarste schrijven. Het is niet dat er iets zwaarder is of iets fouter nee. is, dat je daarover moet schrijven en niet over een ander. Nee, maar dan, dan krijg je bij de KV Mechelen van, we worden gezocht. Dan denk ik jongens, dat is helemaal niet waar. KV Mechelen wordt in het voetbaluniversum niet gezocht. Alleen dat zijn van die fabeltjes. Nee, ja, maar ik snap, ik snap dat. Elke supporter heeft een tunnelvisie ja. en die mensen zijn gegijzeld door de situatie. Hè? Want zelfs mijn eigen vader, uh, ik, ik vraag hem dan van, ja, wat vind je daar nu van? En hij zegt ja, maar toch, uh, bijvoorbeeld uh, toen de zaak was, moet KV Mechelen in 1A of 1B? Hij vond ja, 1A, waarom? Ja, nee, ja, ik ben supporter van KV Mechelen. Ik wil dat die in 1A, dus ik snap wel dat er een soort van. Daar zit een soort hè? van. Ja, dat is gewoon supporter zijn. Ik hm. begrijp dat ook wel. Maar wij als journalisten, en, en daarmee komen we terug tot het begin, van daarvoor zullen altijd kritische journalisten nodig zijn. Om dan wel eens aan te. Ja, mannen, wat hier gebeurd is, dat kan wel niet. Hè. Het is ook wel uh, grappig, van, uiteindelijk. Allees met alle respect, maar de laatste drie, vier seizoenen op KVM Mechelen kunnen we toch niet ontkennen. dat er daar serieuze dingen zijn misgelopen. Ik bedoel, als supporter moet je. Allez, dat is toch niet liegen of niet dom zijn. Als je dat gewoon eerlijk toegeeft, je ziet de feiten gewoon. Openlijk En op eigenlijk tafel zouden liggen. we toch blij moeten zijn dat ja. het genoemd wordt. En hier en daar, zal er, is een, een, is hier en daar zal er eens een detail zijn: van ja, gelijk die slag van Huik in Olivier Somersen en ik, is dat nu waar? Is dat nu niet waar? De rol van Ebe Verhagen die daar gaan eten is met een advocaat van Beveria. Ja, hoe zit dat in elkaar? Maar dat zijn voor mij nog altijd details in het brede plaatje: dat er bestuursleden zijn die KV Mechelen echt wel gewoon in een heel slecht daglicht hebben gebracht. En zij zijn de schuldigen en niemand anders. Hij heeft daarvan geschrokken, en hij heel van die proper handen. Ik heb. Ja, ja. Want ik, uh, ik, om eerlijk te zijn, toen ik dat allemaal las. Ja, ik dacht wel, ah oké, okay, dat mag niet. Bij wijze van spreken. Omdat, ja, nee, zo makelaars die geld gaven. die ja, je die er ja, ook bij pakken, Dat was zo scher in inslag. Dat ik dacht, je moet ja, u, jongens, je dat dus er nu eindelijk komen? Um, dat is eigenlijk een uniek moment in de voetbalgeschiedenis. Dat er clubleiders getapt zijn geweest, heel intensief, op een bepaalde periode. En ze hebben dat gedaan omdat er een onderzoek werd gedaan naar zwart geld. Uh -huh. En toevallig in die periode, oké, okay, viel wel Operatie samen met de van de competitie, uh -huh. hebben ze dan ook ineens een, een uh -huh. omkoopzaak. Dus kun je de vraag stellen... Ja, hoe vaak gebeurt dat? Misschien is al wel elk seizoen dat daarvoor ook het geval hmm, geweest. Ja, het zou heel naïef zeer... zijn om te denken dat dat het enige niet is. Ja, en dus, maar oké, okay, ik doe daar geen uitspraken over. Dus Châtelet is, is daarna ja. komen zeggen. Ja, Anderlecht heeft ook toen de titel gekocht. Of die uh, wedstrijd was kortrijk met met Er zijn geen bewijzen van. Er ja, ja. zijn ook heel veel um, lezers die ons vragen. waarom schrijf je het daar niet over? Ja. Dus daar. Wij willen wel, maar wij. wij daar vinden wij de bewijzen niet. En, en doet dat dan maar eens gaan zeggen: van ja, Anderlecht heeft die een titel gekocht. Ja, ja nou, want ja, de Châtelet ja. heeft dat gezegd. Ja, ja nee. nee. En jullie Al, kunnen geen telefoons gaan aftappen. KV Mechelen ja. heeft de pech tussen aanhalingstekens, dat ze daar wel echt alles hebben. En je kunt dan zeggen: broer Moji Bayat had men ook verwacht veel meer te vinden, maar die al die communicatie ging via WhatsApp, daar hebben ze moeilijker moeilijker toegang toe gekregen. Het is natuurlijk ook veel om, om omgevingsbewijzen. Het gaat over de keuken is besteld. Het gaat over dat soort dingen. Het gaat over dingen was Olivier Somers wel op de hoogte of niet, want daarom breekt misschien de smoking gun. Dus ja, het gaat als over je, de totale context van het spreken dan ja. hebben, en er zijn ook dat, dat zijn het is eigenlijk bijna komisch hè, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat KV Mechelen Duidelijk niet gewend was om een <laughs> uh, kopperij te doen. Want alles was zo van. Ja, ik ben ja, met een ander nummer, ja. want je weet nooit. Hé, hey, je weet wel wat ik bedoel. Dat staat ik, daar allemaal letterlijk uh, in. Ja, dat, vind dat vind ik, ik wel gewoon. een bewijs dat ze misschien wel al, al vaker van die dingen hebben gedaan. Als je iemand nee, bent die vaak ja, van telefoonnummer wisselt, dat vind ik toch verdacht. Ja, dat weet ja, ik. dat ja, dus vond ik, ik als supporter het ergste. Als je begint te zeggen, ik ga van nummer wisselen, de keuken is besteld, dat zijn zinnetjes die mij superveel pijn doen, omdat je dan weet, dat stinkt langs alle kanten, want ja. zo praat ik niet met u terwijl, of met u. Terwijl ik ook nog altijd denk dat misschien dat dat allemaal, eh, zoals welke film is dat nu weer, dat ook zo alles in de hoofd van de criminelen zich afspeelt, dat Velkovic, dat, dat verhaal allemaal, kan. usual suspect, ja. dat, dat Velkke dat allemaal heeft verzonnen kan, om anderen te doen ja. geloven dat hij erachter zat. Dat moest ja. KV Mechelen zich redden. Dat, dat, dat hij het, achteraf ja. de lof op zijn dat ding. Daar hou ik ook nog altijd mogelijk ja. mee. Dat het puur maar dat verandert de intentie van, van Steemans en zo zeker niet. Hè? De nee, intentie en, blijft en daar. Steemans he? is ook met, uh, met mensen van Waasland Bever gaan spreken en, enzovoort. Dus ja, er is wel. Daar maar is zeg, wel, zeg je dat je daar nu nog uh, mee bezig met een onderzoek daarover? Of om, om als... uh, het is niet zo dat ik van morgens vroeg tot s'avonds laat uh, daar uh, geheime documenten. Nee, ik zou dat wel wij, willen. Wij, wij, volgen, <laughs> wij volgen dat wel op, um, want ja, die zaak is nog niet ten einde. Hè, ja. je ziet nu ook, er is dus, het onderzoek in Hasselt, maar het is een beetje stilgevallen, maar het gaat nog door. Maar nu hebt in Brussel een nieuwe kern, uh, dus waarin uh, Frenin nu is uh, gearresteerd, ja. wat eigenlijk veel grotere makelaars zijn: Frenet, Henretin. De koster hoort dan een beetje bij Frenet. Tegen maar dat wel niet vergelijkbaar, ook niet qua niveau. Denk ik dat Frenet en Hautet toch, dat gaat over tientallen miljoenen. Ja, maar dat is puur uh, ja, waarschijnlijk. Allee, dat weten we nog altijd niet wat dat juist is. Maar dat gaat dan over zwart geld en zo, inderdaad. Hè. En de publieke opinie staat natuurlijk een stuk uh, coulanter tegenover dat soort uh, uh, zaken dan tegenover uh, omkoperijen. Die matchfixing was echt, was echt het extra druppeltje waardoor je plots naar een mega publiek aan het spreken was. Dat was entertainment. Mm -hmm. Matchfixing, alle voetbalsupporters springen daarop en terecht, want dat is iets wat ons in het hart van het sportieve raakt. Dus ik vond dat ook niet meer als normaal dat dat plots zo groot werd en dat alle fans nu uh, een, beetje, een beetje lachen met elkaar vermechelen. Ik vind dat allemaal niet erg, ik vind dat terecht. Wij als club moeten zelf gewoon schip maken. Maar wat ik mij wel, wel uh, afvroeg is. Zeker wel het scenario van een, van een slechte B-film. Ja. Daar ze ook, zeker uh, zou je een aflevering ja, van witsen over ja. gemaakt worden. Ja, <laughs> ja, klopt. Ja. Nee, maar ik, ik hoor bijvoorbeeld in de wandelgangen dat Velkovic een groot interview heeft gegeven aan een bekende Belgische sportjournalist. Zeg jij dat dan? Uh, nee, dat ben ik niet. En hij gaat hem nu met een slecht gevoel naar huis nee, laten gaan. Niet, nee, helemaal oh, nee, maar Hij heeft een gevoel, concurrent van ja. u een super-exclusief interview. Nee, maar dat is niet super-exclusief, want ik denk dat hij met iedereen zal babbelen. Mijn gevoel is zijn ja, okay. niet zo groot. Misschien moet ik, moet ik me er nog slechter <laughs> ja. bij voelen. Maar, maar daar nee, verwacht ik, ik dan wel iets van, van uh, deze interview. Nee, dat, dat klopt. Dus uh, ja, de biecht van Velkovic gaat vroeg of laat Ergens in de komende worden. maanden komt dat dan online. Ja, uh, want uiteindelijk heeft hij nu met gerecht dat gedaan. En dat verhaal gaat ooit eens gebracht worden. Um, en ja, ik ben eens benieuwd wat er allemaal... Uh, hij heeft in de deal is voorzien dat hij het volledige verhaal moet vertellen. Um, ja, als hij dat niet doet, dat hij dan wel zware stoffen krijgt. Ja. Ja. Er zou zijn afgesproken ook dat uh, het volledige interview online zou verschijnen. Op vraag van beide partijen, maar waarschijnlijk vooral op vraag van Velkovic. Ik weet niet, het duurde drie geen... uur of vier uur. Oké. Okay. Dat zou volledig online worden. Dus je gezet. hebt al die informatie en je weet wel niet wie de interviewer is. Ja, dat zijn mijn bronnen. Hè? Dat is, <laughs> dat is, uh... Goed, uh, Bart, misschien tot slot. Nee, maar ik had nog een vraagje. Doe maar. Bart was, was in een gouden positie op een gegeven moment, omdat hij, denk ik, bijna als eerste of als eerste die tabs en, die en, en, en dat dossier echt in handen had, die PV's of wat het dan ook was. Van waar komen die? Ja, dat die, die komen van achteraf is gebleken van, de politie, van hè? goede bronnen. Hè? Achteraf gebleken, bleken dat goede bronnen te zijn geweest. Hè? Hij, ja, mag maar zijn, hij is... moet zijn bronnen nee, nee, ook niet vrijgrijken. Natuurlijk, maar, <laughs> maar ik kan maar proberen. Tuurlijk? Ik vind dat heel interessant. Hoe komen die bij u terecht? Hoe, hoe, of zou jij die actief gaan zoeken? Ik weet. Ja, uiteraard. Uh, als zoiets gebeurt, ga je wel als journalist op zoek. Dat, dat kan ik wel bevestigen, maar ik kan <laughs> niet zeggen wie, wie de bronnen zijn. Maar want... Bijvoorbeeld, er wordt dan tegen mij gezegd: uit, uh, Uw goede bronnen dan? Nee, nee, dat zijn okay. helemaal geen goede. Dat kunnen ook gewoon roddelaars zijn. Het is blijkbaar heel makkelijk om griffiers om te kopen daarin. Er is geen omkoperij aan te pas gekomen. Er is, dat is geen betaling uh, geweest. Ik heb geen Dat illegale... zou het zijn, hè? om over handen ja. te schrijven, en ja. iemand omkopen. Het wordt gezegd, die mensen verdienen blijkbaar heel weinig geld en nee. zijn, zijn beïnvloedbaar. Maar er is heel veel over verteld, um, maar ja, ik kan uiteraard niet zeggen wie de bronnen zijn, want... Uh, het is, heb je nog nodig. Het, ja, en die mensen, allee, dat is gewoon... Dat een één van de journalistiek. Ja. Is, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Je moet die bronnen kunnen beschermen. Um, ik wil vermijden dat die mensen... Allee, ja, daar de moet maar eens een supporter voetbalsupporter ja, zijn deur staan. Hè. En het is dat. Maar um, allee, wij hebben journalistieke methodes om aan dingen te geraken. En dat heeft niks met omkoperij. Of, allee, en dat is allemaal legaal. Da daar kan ik je wel in uh, geruststellen. Um, maar Kadoortjes. ik zeg het nogmaals. Alle tabs zijn nu voor iedereen raadpleegbaar ja, ja, ja. op de website van het BAS. Hè, dus... Soms denken mensen, ah ja, dat zijn hier die geheime documenten, en dan blijken die helemaal niet zo geheim te zijn. Natuurlijk, maar toen Gijzer schreef, was het wel nieuws, hè? Toen had niemand ja, ja, dat niemand ze. Maar wel, alle, ja. alle tabs, ik ben dan afvragen, want dat gaat er bijna nee, twee ik jaar. Heb, ik, heb ah. geen, ik heb nooit een geluidsfragment gehoord, want dat maakt ook deel uit van een gerechtelijk onderzoek. En, en dat is inderdaad, da daar botste de wet zo wat met elkaar, en dat is een eeuwige spanning tussen het geheim van het onderzoek en... Ja, het recht van journalisten om via journalistieke methodes dingen te weten te komen. Maar ik vond dit nu wel heel relevant. En uiteindelijk heeft het gerecht dat ook wel gevolgd. Je hebt dat ook gezien, dat ze het parquet heeft een deel van het dossier ter beschikking gesteld van de Voetbalbond om de zaak dat blijft, omdat ja. ze ook wel weten, het gerecht gaat ja. zo traag. Maar dat blijft een heel verdacht. Alleen raar ja, maar, maar vanuit het gerecht. Ge he? Ja, maar als waarom ze dan niet hadden waarom dan Dan had K.V. Mechelen nooit gestraft kunnen worden door de voetbalbond. Ja, ja, is, ik, nu, volgend ik, ik, volgend dat is de jaar... makkelijkste verdediging van al die verdachten in het K.V. Mechelen dossier om te zeggen, ja, maar ja, jongens, jullie hebben daar geoordeeld met een fractie van het volledige dossier, dus dat is totaal niet. Ja, maar dan zouden maar ze eigenlijk volgend jaar pas gestraft worden. Karin maar ze zetten tot... zich wel ja, ja. open voor een Waarom zouden ze zou niet gestraft kunnen worden op basis van een fractie van dat dossier? Omdat je de rest toch ook moet kunnen inkijken. Nee, als je maar, zo nee. beschuldigd bent, als je, als je al zet, dat nu genoeg bewijslast ja, bevat, vind veroordeeld veroordeeld worden. Ja, maar worden. en als er, er uh, bewijslast dat décharge is in de rest van het dossier, dan moet je dat niet gebruiken. Maar ja, maar zo, als jij bent ik... gaan pikken in een winkel en ze, ze betrappen nu op het stelen van een busmelk. Een pak condooms en wat koekjes. En oh, zeggen klassieke Maar, maar, hij, heeft maar hij, heeft <laughs> nog, hij heeft nog andere dingen gepikt, ook misschien, maar dat weten we niet. Dus ja, hoe kan nee, hij dat daar? Of nee, nee. à la décharge? Ja, hij, voilà. heeft, hij heeft goede Hij heeft, niet hij heeft, <laughs> ja, ja. Hij heeft uh, de flessen, de flessen daarna, daarna mooi, naar, ja. mooi, met het etiket naar de ja. klant gedraaid, ofzo. Ja. Ik, ik vind het vanuit, vanuit het gerecht gewoon een hele gevaarlijke, want je zet je Heel die tijd open voor die procedureslag. Namelijk op een gegeven moment komt wel heel dat dossier in de openbaarheid. En dan gaan ze daar terug opnieuw over beginnen. Over wat er bij de Voetbalbond allemaal is ja, uitgesproken. ongetwijfeld ja, gaat dat terugkomen. Uh, en ze mogen dat doen. Dat is uh, ook het recht van de verdediging. Uh, uh, uh. En ik vind ook dat iedereen heeft daar recht en moet dat ook volle bak benutten. En het laatste wat ik ook als journalist die die zaak gevolgd heb zou willen, is dat iemand onterecht gestraft wordt. Dus. Ja, we leven gelukkig maar in maar, een rechtsstaat. Maar ik vind ook wel dat je moet kunnen, of dat de voetbal, ik ben eigenlijk super blij dat die ik mogelijkheid, want herinner je de zaak J, dan was dat ook, de voetbalbond zei, ja maar we hebben ik zou ja, we kunnen niks doen. En er zijn ook figuren mee weggekomen dat je dacht van, alle ja. Ik vind het heel moeilijk om met fracties vanuit een juridisch dossier hè, te gaan werken in iets dat de voetbalbond heet. Dat maar dat was eigenlijk in het voordeel van KVM Mechelen? Anders gingen ze echt nu nog gestraft worden. Hè? Als, de, als het dan effectief voorkomt en alles... alles ja, maar, nee, want de, die, ja, maar die, verjarings, dan, die verjaringstermijn die was dan toch al in ons voordeel. Oh, ja, ja, maar zijn ze dus dan, 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 ja, dan zei ja, zei ja, niet gestraft nee, geweest. Die, ja, die anomalie in van de van KBVB. KBVB. Maar dan dus ben jij en voorstander je, van dat, dat, dat ze niet gestraft worden. Nee, 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 ik ben voorstander van het dossier in zijn, in zijn volledigheid te bekijken. Hm. Dat ja, doet ja, nog altijd dat beste. In de ideale wereld, Evert, is dat inderdaad zo. Maar je weet ook dat... Ik vind het ook goed Dan had de voetbalbond dan nooit iets mee kunnen doen. Nee. En dat gaat dan toch in enorm tegen het rechtsgevoel van de supporter van ja, dat de voetbalbond. Nu kunnen we nog zeggen, oké, okay, de voetbalbond heeft geprobeerd er iets aan te doen, maar door hun eigen reglementen zijn ze gestrijd. Maar tenminste hebben ze dan dat reglement nu ja. rechtgezet. Dat geeft ook een onvoldaan gevoel, maar dat kun je nog ergens plaatsen. Maar als het dan was geweest van, ja we kunnen niks doen, want zo is nu helemaal het systeem. Dat, dat zou dan echt wel bitter zijn geweest. Ik denk, denk ik. als... Ja, maar je moet je ook eens in de plaats stellen van een verdachte die er wel misschien echt wel zit in een situatie... zeggen dat ze gestraft zijn voor iets wat ze niet gedaan hebben. Nee, ze zijn wel op Nee, 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 met nee, nee. De... ze zijn gestraft op een onvolledig dossier. Door de voetbalbond. Door dan nog eens een instantie ja, die niet over het volledige dossier beschikte. Dus dat is wel heel moeilijk, vind ik, juridisch. Denk ik nog altijd dat daar kans ligt dat op een procedure. dat daar dan niet zo komt dat zo dat die verkeerde delen of dingen zijn achtergehouden. Want dan, dan is het helemaal ziek. Maar dat staat los van, 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 van de verantwoordelijkheid, hè? dat de KV Mechelen en die bestuurders moeten nemen, maar ook bij Waasland-Beveren en nog bij andere clubs. Maar los ja, van ik daarvan, denk dat hè? ze bij KV Mechelen en zeker bij Beveren ook niet te veel moeten klagen uh, over uh, hoe, hoe heel de uitkomst is geweest, dat veel erger kunnen zijn. Maar dat is... Beveren oh, ja, had ook uh, kunnen zakken. En, die zijn ook, en dat uh, is de frustratie. Uh, maar allee, KV Mechelen wordt nu zo wat geshamed ge eh, als de omkoopclub. Maar inderdaad, terecht. normaal gezien, in een, in een, als je bewezen geacht wordt van omkoping, wat in deze zo is, namelijk eh, de geschillencommissie en het BAS heeft dat bevestigd, dat dat bewezen is, dat je dan nog altijd in die competitie niet gestraft wordt, namelijk gewoon het eerste klasse voetbal dat blijft Absurd. Ik denk dat iedereen dat vindt. En dat je dan de beker niet mocht spelen, terwijl dat dan net de competitie is waar er niks is gebeurd, dat is helemaal absurd. Inderdaad, dus die, ja. die, die, die oplossing dat het Bas daar bedacht heeft, dat slaagt echt op niks. Ja. Dat is een van de slechtste uitspraken denk ik dat ik ooit gezien heb. En in de, ja, als KV Mechna eerst amateur had gezet, dan had dat na die uitspraak meer als terecht geweest. Hè. Dat blijf ik ook altijd zeggen. Als je bewezen wordt, geacht wordt van omkoping gedaan te hebben en je mocht promoveren, dat klopt niet. Hè. Nee, absoluut. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uh, Bart, uh, tot slot. Je bent vaak te gast in uh, de tribune en af en toe, ja. Toch al meermaals? Nee, meermaals al gebeurd. vind u? Ik vond vandaag. We zijn al over de 80 oh, minuten. Dus uh, een goeie gast hier ook. Waarom heeft Nielsbad u niet gevraagd voor, uh, voor hun podcast te doen? Ja, dat is een heel eenvoudige reden eigenlijk. De Shotcast is echt een creatie van uh, drie man, drie toffe collega's uh, bij ons: van uh, Guillaume Mabe, Gert Jijzen en Lars Godot. En die doen daar onderin drie. En uh, het is gewoon de gewoonte dat zij meestal, als ze een gast hebben, dan iemand extern. In plaats van nog een vierde nieuwsbladman ja. bij te duwen. En voor de rest moet je misschien aan hen eens vragen. Misschien dat ze mij wel een keer eens gaan uitnodigen ook. Ja. Uh, Anders uh, blijven wij u uitnodigen. Uh, Even voilà, maar Goh, ik, uh, ik vond het zeer interessant. Ik, ik, ook. ik uh, Ja, voor, is voor mij toch wel iets dichter dan altijd, <laughs> Dus, uh, voilà, dus uh. en Mag ik nog een allerlaatste vraag stellen dan? Zijn ze met clubbruggen bezig met de match tegen Anderlicht? Of? Ah ja, uiteraard. Hè. Maar harder dan een andere match? Ja, dat is. Je moet die e inbeelden, die speelt Ik nog met Brandon Mechten over gehad. Ja, die zijn bij Brugge, groot geworden in die jeugdreeks. Was dat was ja. altijd de match van het jaar. Uh, dus ik je er niet zo snel uit, denk ik. Uh, en op de andere ligt uh, ook wel sowieso. We zijn niet alleen schrik van corona. Ja. Heeft <laughs> jij nog iets toe te voegen? Ja, ik denk wel dat we. Deze week sowieso Michael van Damme moeten vernoemen. Daar ben ik, alleen dat heeft me zo aangegrepen. Dat was zaterdag, denk ik. Wij waren aan het, aan het draaien met ons productieaas uh, een, een nieuwe documentaire-reeks over jonge voetballers die het proberen te maken in het leven en, en die sport gebruiken om het te maken. En net op dat bericht, op dat moment, kreeg je zo dat Ik deed mijn Instagram open en op die stories, iedereen had dat zo wat geshared, al die voetballers. En ik begon dat te kijken en het haar. Men maar die was... gaan gewoon recht staan. Want de meeste luisteraars gaan dat misschien niet weten. Toen wij elkaar leren kennen, zijn jij ook ziek geworden. Ja, Toen jij ja, eigenlijk ja, samen de ja, documentaire van Kevin het... de Bruin en Dries maken. Ja. Maar doordat je dan ziek bent geworden, is dat niet kunnen doorgaan. Maar ik denk niet dat iedereen dat weet. Nee, maar ik ben daar wel heel open over op Twitter. Allee, ik steek dat niet weg, want dat is een deel van mijn Maar ik niet ben. iedereen volgt u op Twitter. Nee, dat is waar. <laughs> maar daarom, ik heb, ik heb zelf ooit drie jaar geleden. ongeveer dezelfde periode dat Michel van Dam voor de eerste keer leukemie, denk ik, kreeg. Werd er bij mij ook hè, een zware kanker vastgesteld. En dat was toen Stadium 3 plus. En dat was van de vier stadia. En vier is eigenlijk zo goed als terminaal, eigenlijk alleen nog levensverlengend. En toen Miguel van Dam aan zijn proces begon, en ik. Hadden we wel altijd nog een curatieve behandeling. Dat wil zeggen dat je er nog van kunt afgeraken en dat je mm -hmm. daarna terug een normale levensverwachting kunt krijgen. Niveau, of? Dat, ik ken zijn situatie okay, niet, hè, nee. maar toen heeft hij zo in de pers gecommuniceerd van we gaan ervoor. En, en leukemie heeft verschillende gradaties, net als darmkanker bij mij heel veel verschillende gradaties kan hebben. Bij mij was het heel ernstig en bij hem was het achteraf gekeken dus nog ernstiger. Hij heeft enorm veel pech gehad dat hij een van de slechtst mogelijke vormen van leukemie heeft gekregen. Dat hij een, een enorm agressief beestje in zijn lichaam heeft gekregen. En zaterdag komt dan allemaal samen, want ik moet dan deze week op mijn drie maandelijkse controle... En ik, ik, ik heb me dan proberen te verplaatsen in die gast, die dat dan ook op zo'n controle is moeten gaan. Hè? Die van Damme die gaat dan naar het ziekenhuis en die ze zegt: Oké, okay, je hebt een scan van mij genomen of een, of een mm -hmm. ruggenmergpunctie. Zeg en al twee het, het, zeg het maar. En op zijn verjaardag zeggen die van: Het is terug en we hebben eigenlijk alle behandelingen al uitgeprobeerd. Je moet dus in die gast proberen te verplaatsen. Ik heb zo'n onwaarschijnlijk respect voor die gast, zijn persoonlijkheid, hoe dat hij daarmee omgaat, hoe dat hij daarmee probeert ja, iets positiefs mee te doen, hoe raar dat, dat ook klinkt, hoe dat hij die aftrap gaat geven. Ik zou dat jamais de la vie ja, gekund hebben. Ik was aanwezig in uh, Jan Breidel en uh, ik vind dat onze club soms iets te snel allerlei uh, symbolische ja. minuten applaus doen, dat daar echt een beetje een, uh, een overaanbod van is. Maar uh, zondag dat was echt het, het, het een van de meest emotionele momenten dat ik ooit al in mijn leven in een voetbalstadion heb meegemaakt. In schil contrast met de rest van de beleving van corona, want dat is er nu mm -hmm. niet. Maar en dan ineens dat yeah. moment, dat was echt. En die Michael, die is hier en die staat hier gewoon. Um, dat, was echt, dat was echt gewoon. En het is, het is wat Evert zegt, krijg dat maar eens te horen. Ook van, er is geen behandeling meer. Je kunt alleen maar in leven proberen te blijven. In de hoop dat er nog een andere behandeling komt. Um, dan is het één. Het enige wat je kunt doen, ja, um, ja, probeer toch de kracht ergens te vinden. En ik heb daar echt als, zo hard als ik kon geapplaudisseerd om toch te proberen van ja, die gast van. Moe te geven. Ja, mm -hmm. en ik denk iedereen van die Club Rugsupporters ook. Uh, dat, 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 was, dat gevoel was zo sterk bij iedereen daar aanwezig. Dat was zo emotioneel. Um, en chapeau voor Miguel van Damme dat hij dat hij er zo open durft over te zijn mm -hmm. ook. Um, want ik denk dat dat ook wel... Ja. Je moet toch een gigantisch gevoel van onrecht hebben? Van ja. Hoe kan dit nu keer op keer mij overkomen? Dat is onwaarschijnlijk. Zo Dat is onwaarschijnlijk. Iemand jong, iemand vitaal, uh, een sportman tot en met... Uh, ja, dat, dat is pech uh, om, omvat dan niet genoeg, denk ik. Want nee. pech is een lekker band. En ja, ja, dat is, is en dit is gaat het over je leven. Je hebt maar ja. één leven gekregen. En dat is zijn leven. Dat's, ja. Uiteindelijk gaat het over iets, iets heel kleins, iets heel stom. Mm. Eh, over, over cellen die, die zich verkeerd ontwikkelen. En je hebt er totaal geen vat op. Je kunt je zo hard ja, nee. trainen en doen en je mentaal zo goed voorbereiden. Je hebt daar geen vat op. En ik vind ook, voor hem is, allez, hoop ik van ook, dat we nu ook kunnen met rust laten. Dat hoop ik ook wel. Want hij moet nu moet, allez, hij moet ook kunnen, kunnen, kunnen genieten. Hij moet kunnen. Hij moet zelf beslissen, hij, denk ja, ik. Vooral. Hij moet ja. kunnen doen wat hij wil doen. En als ik dan hoor dat hij nu heel snel terug vier weken in quarantaine moet krijgen. en vier weken weer heel zware chemo moet krijgen. man, dan, dan, dan denk ik: fuck, die gast die gaat die, die ga echt nog afzien. Dus ik hoop dat hij in die paar goede momenten. daartussen, tussen die chemo's door, dat hij echt nog kan genieten. Want. Dat is, dat is heel zwaar, zeker met de wetenschap dat het, dat het alleen maar levensverlengend is en niet meer curatief mm -hmm. is. Dat, om dan te blijven afzien, dat is een heel, heel zware cyclus. Dus ik hoop dat jij echt nog kan genieten. Ja. Dat hoop ik echt. En dat wij dat nooit zullen vergeten, zo'n dingen. Dat, dat die bal binnen of niet, uh, zo'n deli die dan nog die winnende goal maakt. Fuck it, dat maakt echt, echt niet uit. Ik zag Mat dan nog die vlagplanten van Brugge op de middenstip na die match. Ik had een ander gebaar gedaan, echt waar. Ik, ik, daar had ik ook van, nou ja, hoeft dan nu ineens zo. Ja, nee, maar die mens is ja. al vergeten geweest. Ja. Die cirkelspelers dat die nog konden voetballen na die aftrap. Ik zou het eerste half uur, misschien zelfs heel de match, niet kunnen bezig zijn met die match. Dat... Dat is iemand die je persoonlijk kent. Dat is wat de, de Burg-spelers zeggen, die de match na ja. de dood van Sterkel ja, hebben meegemaakt. Ook zoiets, ja. Dat die ook zeggen dat ze gestond hebben, maar die waren dan niet uh, aan het beleven. Paul of dat was... Clement heeft ook gezegd na de match van, uh, dat het slechte begin van Sterkel in de eerste helft te maken had met, met Mikel Van Damme. Dus het dat. was ook niet de bedoeling dat die spelers van Sterkel hem nog gingen knuffelen ja. wegens de corona, maar mm het -hmm. was gezegd geweest, blijf er van weg. Ja, maar ja, ze ja, zijn het er, dan maar eens. Ze ja. ze zijn er, ja. Toe, ja, Dat gevoel is dan zo sterk, dus die zaten daar ja. helemaal mee in hun... Ja, dat is, uh, ja, Dat is. Maar okay, dan in. is zo'n zo podcast en propere handen, en wat is het nog allemaal toch weer relatief? Hè? Ja, sowieso. voetbal Zeker. Maar het voetbal ja. heeft dan ook wel weer, hoop ik, een beetje dat, dat wij allemaal samen doen, ja, al die steunberichten, dat, dat is het enige wat hij misschien nu nog kan opnemen van. van dat iedereen hem steunt, op allerlei mogelijke manieren, via berichten op sociale media. En, en ze zoeken dat ook zelf op. Hè. De, zijn mm -hmm. vrouw had ook een heel mooie tekst op uh, Instagram geschreven. Mm -hmm. Toen ik dat las, uh, dat is ook... Daar breekt je hart van. En, uh, allee, zelfs nu uh, vind ik het ja, ik emotioneel het om daarover te spreken. En, um, allee, ik vind het ook goed dat we hem nu ook nog vermelden, van, uh, allee, in de hoop dat het... Ik denk dat, zolang dat, dat, dat een podcast of een bal binnen of een bal niet binnen, een van de belangrijke dingen in je leven is dat je gewoon heel veel geluk hebt. Ja, en dat je daar ten volle van moet kunnen genieten op het moment zelf. Het ja. is zondag, Anderlecht Brugge, laat ons daar ook gewoon keert van genieten. Want dat zijn momenten waarop dat je alles kunt vergeten. En... Ik hoop dat ik ervan ga kunnen genieten. Ja, als Anderlecht van. Goed, aan de kijkers en luisteraars, tot volgende week.